hele goede middag. Dit weekend is de derde Grand Prix van het seizoen. Met vandaag aandacht voor kokerellen op het circuit van Bahrein. Juan Pablo Montoya over 1/1000ste van een seconde. En uiteraard live de beslissende kwalificatie voor de eerste Grand Prix in het Midden-Oosten. Tot zometeen, na de reclame. Een hele goede middag. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 wordt er dit weekend gereisd in het Midden-Oosten. En daarvoor gaan we naar Bahrein. Welcome to the Bahrain. Ahlan wa sahlan bika fil Bahrain. Bahrein, oftewel racen midden in de woestijn, midden in het zand. Aangeschoven is Tom Coronel. Goed dat je er bent. Ja. Voor je gaat testen voor Minardi, ben je nog 1 weekend bij ons. Ben je wel eens in het Midden-Oosten geweest, vroeg ik me af zelf? Nee, Midden-Oosten eigenlijk nog helemaal niet. Autosport is daar nu echt heel erg groeiende. Dus ja, nee, ik heb daar nog niet gereisd. Groeiende, dus jij gelooft er wel in dat het daar een succes gaat worden? Ja, absoluut. Ik bedoel, als je kijkt naar natuurlijk de oliemaatschappijen die daar natuurlijk ook heel veel te vertellen hebben. En natuurlijk olie-sheiks, veel geld, auto's, glitter en glamour zijn ze natuurlijk helemaal gek op. Ja, dus ik verwacht zeker dat gaat groeien daar. Commercieel zal het een succes zijn, maar komen er ook mensen kijken naar jouw verwachting? Dat weet ik niet. Dat gaan we natuurlijk nog even bekijken. Want ik denk niet dat er nog de populariteit is die we hier kennen. Maar ja, dat moet toch wel gaan groeien. Ja, het wordt een beetje gezien als het rijke speeltje van het Westen, de Formule 1. De 5e vloot van de Amerikanen ligt daar voor de deur. Dus bestaat de angst voor aanslagen. Ben jij er ook een beetje bang voor of geloof je daar niet in? Nou ja, ik vind überhaupt dat allemaal onzin, al die aanslagen. Dus ik heb meer zoiets van, jongens, het is zo internationaal. Ik denk niet dat je het gericht ergens hiermee iemand zou kunnen raken. Het is natuurlijk heel groot en heel global. En ik denk dat ze het echt als iets willen kwaad doen, willen ze gericht mensen op hun vingers tippen. Nee, ik laat er niet op hopen. Ik vind het onzin. Ja. Eten is geen onzin. Je gaf net aan, dat is heel belangrijk, het eten voor een Grand Prix. Waarom? Ja. Nou, voor een coureur is het natuurlijk heel erg belangrijk hoe je jezelf voelt. En dat heeft natuurlijk de zwaarte in je maag, hoe het zich verteert. Ja, en dat zijn dan die kleine dingen waar je echt wel op moet letten als sportman. Geen vlees eten, dat verteert heel langzaam. Mm-hmm. Vooral in het weekend zou ik aan pasta denken. En voor het weekend toch wel vlees, om een beetje een goede weerstand op te bouwen. Ja. En veel vocht, water. Meestal is het appelsap gemengd met water, dat niet te zoet is. Maar ook weer niet dat er geen smaak aan zit. Mm-hmm. Ja, en op die manier moet je je toch heel goed voorbereiden. Okay. Daarom is het heel belangrijk, Cox. Ja, mensen denken misschien wel een rare brug van een aanslag ineens naar het eten. Maar het heeft uiteraard een reden. Want we gaan een kijkje in de keuken nemen van het Williams team. Hoe belangrijk is het eten? Jack Ploy. Hillary, working in a new kitchen, how is it? Very good or good? So far, very, very good. The facilities we have are fantastic. As you can see, we're supplied with a full gas range, running hot and cold water, really good fridge and freezer facilities. So, all in all, very good. Dave, this looks like a good kitchen. Are there any bad kitchens in Formula 1? The worst kitchen we have on the flyaways is Canada, which unfortunately is the next flyaway from here, where we get no drainage, no running hot or cold water, and it's quite dangerous, really. In all fairness, the health and safety aspect is not very good. Well. What's for lunch, Hillary, today? Today we're preparing tagliatelle with other roasted vegetables, accompanied with poached salmon with a béarnaise sauce. Also, we have fillet of beef, which we're just going to grill very lightly with some salad and new potatoes. And then a slightly different dish today, we're going to do some buttered chicken. Ja, met een lege maag kun je natuurlijk niet presenteren en presteren, dat mogen duidelijk zijn. Tom, eet smakelijk. Drinken is ook natuurlijk van groot belang, sowieso, maar zeker in die hitte lijkt me. Ik praat nog ietsje langer door, zodat je kunt doorslikken. Ja, drinken is heel erg belangrijk. Het is ook, het is voor een coureur ook eigenlijk gewoon alleen vocht wat je hebt. Want de drinkfles wordt ergens verstopt in de auto. Vaak is dat onderop, omdat het natuurlijk ook gewicht is.
Dat zit ergens bij de radiateurs. Dat wordt dan ook warm. Dus ja, tijdens de race. Dat hou je niet koel. Ja, moet je niet denken dat je lekker eventjes uit de ijskast een beetje water of vocht tot je neemt. Nee, dat wordt gewoon warm. Maar het is puur alleen vocht. Maar je zweet veel, je verdampt meer in de woestijn. Dus moet je ook meer drinken, dus ook meer vocht meenemen in die wagen? Je drinkt heel veel voor de race. Ik denk een goede 1,5 liter. Je lichaam is gewend om toch een 3/4 liter per uur te kunnen opnemen. Dus de rest, dat gaat er vanzelf uit. Vandaar dat je ook altijd met je zenuwacht moet plassen voor de race. Ja. En ja, dan heb je tijdens de race heb je natuurlijk ook een reserve in je lichaam zitten. Maar je hebt wel vocht nodig hoor, want anders ga je echt kapot. Vooral je concentratie. Ja, helemaal duidelijk. Wat moet u doen om in de prijzen te vallen? En dan samen met Thomas kijken naar dat gloednieuwe circuit daar in Bahrein. Kostte 150 miljoen in 16 maanden uit de grond gestampt. Formidabele prestatie hè, Tom? Ja, als ze echt iets willen, dan lukt het natuurlijk wel. Het is ook, willen ze natuurlijk aan de buitenland laten zien wat ze kunnen bouwen en wat ze kunnen maken op zo'n korte tijd. Want er is heel veel promotie aan besteed. Ja, aanvankelijk zou Bahrein aan het einde van het seizoen zitten. Maar dan is het nog even wat heter. Ik begreep 45 graden, nu lekkere koele 30 graden. Ja. Dus daarom hebben ze ook nog even hard moeten werken. Je kan natuurlijk voorstellen als je een aannemer bent dat je moet wachten dat je met asfalt ligt als iemand de ondergrond heeft neergelegd. En dat je dat eerste pijpen moeten liggen voor water, afvoer of iets in die richting. Ja. Dus in één keer kreeg niet degene die als laatste aan de beurt is haast, maar echt iedereen. Ja, en dat zie je ook nog een klein beetje, want er wordt nog steeds gewerkt aan het circuit. Ja, zullen we eens een beetje gaan kijken hoe het circuit eruit ziet? En ze hebben eraan gedacht, met name die Duitser die het ontworpen heeft, Tielke heet hij, hè? Ja. Om de lokale elementen terug te krijgen op het circuit. Dat is aardig gelukt. Ja, het circuit ziet er tot nu toe echt heel indrukwekkend uit. Er zijn 4 bochten linksaf, 7 bochten rechtsaf. Vooral ook een behoorlijk infield. Natuurlijk heel belangrijk dat de mensen die op de tribune zitten meer te zien krijgen dan een heel wijd uitgerekt circuit. Daar wordt steeds meer rekening mee gehouden dat je vanuit één positie een heleboel kanten op kunt kijken. Dat is hier ook goed gelukt, begrijp ik. Ja, als ik kan zien hoe de tribunes ook gebouwd zijn en hoeveel mensen er eigenlijk plek hebben, ja, is het natuurlijk heel belangrijk dat ze meer kunnen zien. En ter promotie van autosport is het ook leuker als je meer kan zien en als ze meerdere keren langskomen. Mm-hmm. En erg leuk dat het ook in het Midden-Oosten nu eens gaat plaatsvinden. We gaan het circuit langzaam op. Eerst eens kijken waar Bahrein ligt. Midden-Oosten dus, dat is duidelijk. Dan pakken we de wereldkaart erbij en dan gaan we langzaam naar dat werelddeel toe. Daar in het Midden-Oosten, schiereiland Bahrein, met dus midden in die hele grote zandbak een circuit. We gaan het circuit op en Tom, vertel eens wat je dan tegenkomt. Stap in de auto. Ja, het rechte stuk zitten we hier. We gaan een rondje meerijden met Juan Pablo Montoya. Eerste bocht, toch wel zeker een punt waar je iemand zou kunnen uitremmen. Kom ik zo direct op terug, de laatste. Er zit een combinatie in, hij gaat rechts, links. En je ziet aan de zijkanten veel asfalt. Dus mocht je eraf spinnen, of in ieder geval een pirouetje draaien, dan kan je je weg weer vervolgen in plaats van dat je helemaal tot diep in het asfalt of in het grindbak terechtkomt. Achterste gedeelte, veel zand aan de achterkant, een kleine tribune met een combinatie die je hier krijgt. Rechts, links. En dan gaan we door naar het infield. Infield noem ik dat omdat je dan weer terugkomt in het midden van de baan. Je ziet daar ook de tribunes dat je weer terugrijdt naar het publiek. Allemaal langzame bochten, eigenlijk medium speed bochten noemen dat. Hier een hele langzame bocht met daarnaast ook weer hele grote uitloop. Wat eigenlijk een beetje mode is voor mocht je vergalopperen dat je 3 plaatsen mist. Maar dat je daarna wel weer je race kan vervolgen. Waardoor je dus meer deelnemers in de race houdt. Gaan we heel voorzichtig richting het achterste gedeelte. Zie je ook weer terug bergen op de achtergrond. En grote woestijn. Ene laatste bocht hier. Dubbele rechter. Ik denk dat die in 1 gedeelte zou moeten kunnen nemen. Op naar de allerlaatste bocht. Allerlaatste bocht. Een hele langzame bocht, waardoor je dus heel dicht achter je concurrent zou kunnen remmen. Waardoor je dus op het rechte stuk komt, dicht in zijn versnellingsbak kan duiken. En dan dus zo er voorbij zou kunnen rijden in de slipstream op het rechte stuk. Want als je namelijk een hele snelle bocht hebt, het laatste het rechte stuk op, zoals bij een hele hoop circuits, noem maar bijvoorbeeld Barcelona. Mm-hmm. Dan duik je namelijk in die versnellingsbak, maar dan heb je geen downforce. Dan heb je geen kracht van die vleugels die op die weg duwen, waardoor je niet dicht genoeg erachter kan komen. Mm-hmm. Want de voorste hebben het wel en de achterste niet. En dat kan hier wel, dus ik verwacht zeker dat je kan uitremmen in eerste bocht. Verwacht je ook dat het zand een groot probleem gaat vormen? Want als je deze beelden bekijkt, zie je al dat zand eromheen. Het is vrij open. Ja. Vertel het maar.
Ja, zand is natuurlijk altijd een heel klein beetje een nadeel. Niet alleen voor de grip, want tussen de band en zand, ja, dat gaat natuurlijk ook een beetje glijden. Dus de ideale lijn waar iedereen dus eigenlijk rijdt, zal zeker schoon zijn. Want daarbuiten is het glad? Daarbuiten ligt dus nog veel stof en zand. Uh-huh. Gelukkig zijn Formule 1-auto's net stofzuigers. Door de vleugels gooien ze alles weg, dus het wordt steeds schoner de baan. Uh-huh. Ik vergelijk het een beetje met een stratencircuit. Uh-huh. Daar zie ik het eigenlijk mee. Okay. Zolang er geen wind is, denk ik dat het best nog wel te doen is. Best te doen. Ja. Oké, we gaan eens kijken hoe het ter plekke is, want daar zit Olaf Mol, het eerste deel van de kwalificatie is bezig. Olaf, hoi, wie gaan er hard? De jongens die op dit moment het snelst zijn, die gaan het hard. Links in beeld zie je een lijstje met hoe de stand op dit moment is. Terwijl wij kijken naar de laatste run die er gedaan wordt in het eerste uur van deze training. Het is nieuw door de FIA en de teams overlegd. Men heeft gezegd, joh, dat hele lange 2 uur aan 1 stuk kwalificeren lijkt ons niet sterk. Dat betekent dat ze het eerste uur nu gewoon stijf achter elkaar alle coureurs naar buiten gestuurd hebben. En dat ze daar dus binnen 3 kwartier in wezen mee klaar zijn. 14:45 lokale tijd is het hier bijna. En dat betekent dat hier om 2 uur exact lokale tijd, 1 uur Nederlandse tijd, dan de tweede en ook belangrijkste en beslissende kwalificatie van start zal gaan. Webber is hier de laatste dagen wel goed bezig geweest. Zit op dit moment op 1,2 seconden. En dus betekent dat hij ergens rond de 9e, 10e positie zijn Jaguar gaat neerzetten. Feit is ook overigens dat de coureurs hier tot heden in ieder geval allemaal geroepen hebben dat ze blij zijn met de baan in Bahrein. Dat ze blij zijn met hoe het volk en iedereen hier in de stad reageert op de komst van dit circus. En Webber kiest ervoor om het nog wat voorzichtiger te doen. Hij zet voorlopig een 5e tijd neer. Straks zijn we weer terug dan met de echte kwalificatie. En degene die het snelste gaan, die gaan dus het hardst. Dat is goed om te weten, dat is logisch. Op vrijdag is de training en eens kijken wie we daar tegenkomen. Dan zien we ook een aantal derde rijders. 50 graden de temperatuur van het nieuwe asfalt. En de luchttemperatuur ruim boven de 30 graden. Ja, deze heren zijn eraan gewend. Dan meteen al problemen voor Kimi Räikkönen. Waar rook is vuur. En waar vuur is, sneuvelt de motor. En het is voor de 3e keer dit seizoen dat Räikkönen langs de kant komt te staan met een kapotte motor. En dat gebeurt nu dus al op de vrijdag. Dat betekent automatisch 10 plaatsen terug op de startopstelling, omdat ze de motor zullen gaan vervangen. En daar in de ronde Michael Schumacher. Een zeldzaam foutje van de Duitse. Hier laat zien dat hij ook maar een mens is. Heeft al wel de eerste 2 Grand Prix van dit seizoen gewonnen. En gaat dus ook hard in Bahrein. Dus passen ze zich snel aan bij Ferrari en bij Bridgestone. Dan Fernando Alonso. Let op. Die is hier nog niet zo goed te zien. Hij gaat over de curbstones en loopt daarbij een lekker rechter achterband op. Het lijkt er nu op alsof hij nog gewoon door kan. Eerst nog een ander slachtoffer die in de ronde gaat. Dat is Timo Glock. Maar dan gaan we nog eens kijken naar Alonso. Want kijk, hij is daar een hoop rubber kwijt. Hij heeft nog een velg over. En waar is toch de rest van de band gebleven? Voor zijn Michelin achterband. Er liggen nog wat onderdelen van Alonso's wagen op het circuit. Daar gaat Sato gewoon dwars overheen. Uiteindelijk de 12e tijd zal rijden en gelukkig hebben we een herhaling en dan zien we wat met die band gebeurt. Complete loopvlak begint voor zichzelf en eindigt daar tegen de vangrail. Nog een slachtoffer van een lekke band. Oei, David Coulthard is hier het rubber al kwijt. Rechtsvoor staat de wagen omhoog, dan heb je meestal linksachter een probleem. Nou, dat kun je wel zeggen bij David Coulthard. En dan gaan wij naar een van de grote verrassingen van het tweede uur, Christian Klien. Hij reed de 5e tijd en daar zal hij wel mee in zijn nopjes zijn, die jonge Oostenrijker. En daar is hij weer, Anthony Davidson. Snel aan het eerste bedrijf en snel aan het tweede bedrijf. We kunnen misschien in de toekomst toch nog wat van gaan horen van deze jonge Brit. Daar Barrichello, 1.31.45. En dan Montoya, 1.31.451. 1.000ste verschil. Barrichello de snelste, Montoya de 2e tijd. Ja, en Klien dus de 5e tijd. Dat is misschien wel de verrassing van de vrijdag geweest. Tom, er werd lang gezegd van ja, Red Bull neemt miljoenen mee en daarom mag hij rijden. Maar hij kan ook gewoon heel hard gaan, hè? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je zit niet voor niks in de Formule 1. Zo moet je het ook zien, want het kost meer dan dat. Maar ja, je ziet nu dat heel voorzichtig begin van het seizoen krijgt wat meer vertrouwen. Alle mensen om hem heen begint te wennen aan het circus. En komt dan op een circuit terecht waar nog niemand zijn voordeel heeft. Ja, niemand is dat het grote voordeel inderdaad van debutanten ten opzichte van ervaren coureurs? Je moet natuurlijk ook de auto kennen. Mm-hmm. Maar zeker qua circuitkennis zou ik kunnen zeggen, ja, hier kan hij laten zien wat hij eigenlijk waard is. En dat heeft hij heel goed begrepen, want hij gaat natuurlijk gelijk echt helemaal op de limiet. En dan zie je dat hij in één keer tang, toch ietsjes boven Webber komt te staan. Ja, dan denk ik dat je toch een hele goede dingen laat zien. Ja, hetzelfde verhaal een beetje voor Davidson.
Davidson heeft natuurlijk ook een klein voordeel. Die krijgt 6 setsbanden op vrijdag. Mm-hmm. En de anderen krijgen 3 setsbanden op vrijdag. En Davidson heeft daardoor dus net die paar tienen dat hij ook sneller is dan de Jensen Button en de rest. Mm-hmm. En als testrijder is dat natuurlijk een beetje raar. Ja. Ik vermoed ook dat hij zich meer concentreert op de setting voor de kwalificatie. En dat de rijders zelf, doordat ze zo lang mogelijk natuurlijk de race moeten rijden, zich iets meer focussen op de race. Ja, en dan dat hele kleine verschil. 1/1000ste was het tussen Montoya en Barrichello. Ja. En dus vroeg Jack Ploy: how much is 1/1000th? Last corner, I backed up too much. I knew, I was like, oh, this is a good lap, don't blow it. So I braked slow down, you know, it doesn't count, so I braked a little bit more than I could have. But, you know, it's okay, you know, we're competitive being a Friday, so I'm pretty happy. A lot of guys with Michelins had problems. You didn't have any. Is that because of you? Yeah, you know, I'm a gentleman. I drive smooth, careful. What? Yeah, of course. You know, it's take care of the car. No, I don't know. It's normally we're the worst team on the tires, and here is the other way around, so it's good. Okay, what is it going to be in qualifying? Do you think you can beat the Ferraris here? Well, it'd be nice. I wouldn't mind, to be honest. 1/1000ste dus. Tom, je hebt waarschijnlijk een hoog cijfer gehad vroeger voor wiskunde. Want je hebt precies uitgerekend met een vrij logische formule, maar ja, niet makkelijk, wat dat precies is. Ja, ik wilde eigenlijk weten wat het verschil was. En dan zie je dus hoe klein het verschil is. Dat is zo'n klein beetje. Dat is, en dat is 6 centimeter. 6 centimeter. 6 centimeter verschil, okay. Die 1/1000ste. En dat is te klein. Kun je voorstellen als ze over de finish komen dat je niet eens kan zien wie er gewonnen heeft. Mm-hmm. Maar zo belangrijk is dus die 6000ste. Want toch staat die tweede en die eerste. Nou, dankjewel voor dat hoofdrekenen voor ons en de kijker. Het volgende wat je mag gaan doen is kaart leggen. Grand Prix Expert staat voor je klaar. Pak er eentje bij de kop, mag je straks verder. Voor de duidelijkheid, rechts ligt iemand waarvan je hele goede prestatie verwacht en links een hele slechte. En wie leg je neer en waarom? Ja, dit zijn eigenlijk de rijders waar ik nog eventjes niet zo heel veel van verwacht. Maar Mark Webber zie ik toch zeker hier ook een goed voordeel pakken. En ik ben eigenlijk op zoek, die ik nu zou willen hebben als kaartje, is Christian Klien. Ik ga hem gewoon als mijn favoriet deze race toch helemaal vooraan leggen. Dan zoek nog even verder naar Klien. Dan weten we in ieder geval van jou vast wat we daarvan verwachten. Dan kijken wij in de tussentijd naar de prijsvraag. En na de reclame zien we hoe Tom zijn kaarten heeft neergelegd. En gaan we naar de kwalificatie. En welkom terug. Nog een paar minuten. Dan gaan we naar het tweede en beslissende deel van de kwalificatie van de grote prijs van Bahrein. Bahrein in het Midden-Oosten. Tom heeft inmiddels alle kaarten neergelegd en één gezicht vergroot. Want wat zien we rechts? Ja, we zien rechts Christian Klien staan. Ja. Hij heeft gisteren natuurlijk al hele mooie dingen laten zien. En het is een hele jonge jongen die gewoon uit de Formule 3 in één keer naar de Formule 1 gaat. Wat dus een hele grote stap is. Zo bijvoorbeeld ook Jarno Trulli, Jos Verstappen, Jensen Button. Hij is degene die de grootste stap heeft gemaakt, is Kimi Räikkönen vanuit Formule Renault naar Formule 1. Ja. Er zitten nog heel veel klassen tussen. Je zou het echt moeten zien dat je echt van de eerste klas in één keer naar je eindexamen gaat, naar de zesde klas. Ja. Ook natuurlijk winnaar van de Marlboro Masters vorig jaar. Dus zeker een piloot waar ik van zeg, nou, die heeft wel zeker laten zien dat hij heel goed is. Klien, 21 jaar jong, dus jouw geheimtype. Ja. We gaan zo naar de kwalificatie. Is een klein beetje veranderd. Hè? Er zit iets meer pauze tussen eerste en tweede deel. Ja. Een uur tussen begin eerste en tweede gedeelte. En het eerste deel zien wij niet meer. Tweede wel. Dat is een verbetering, vind jij? Nou, een verbetering denk ik zeker voor de kijker. Want het was natuurlijk best wel saai om 2 uur lang. Dat is eigenlijk de kwalificatie. Meer naar kijken dan de race. Die duurde dus langer. En voor de rijder denk ik dat ook zeker een voordeel heeft. Want je kan je iets meer over nadenken hoe je je auto zou willen hebben richting de kwalificatie. Oké. Ferrari zullen hard gaan. 2 andere namen van teams die vandaag gaan scoren. Nou, ik zie toch Montoya, een hele wilde jongen. Kan heel snel een circuit ook leren kennen. Zit er ook constant heel dichtbij. We hebben het net al gezien hoeveel. Dus die is voor mij ook zeker een favoriet om in de kwalificatie voor de vragen te komen. Dan gaan we naar Bahrein. Voor het eerst in het Midden-Oosten. Beslissende deel kwalificatie. Olaf Mol, Jack Ploy. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Renault en HP. Dan, dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom hier vanuit Bahrein. Waar we gaan kijken naar de officiële kwalificatie voor de grote prijs. De Gulf Air Bahrein Grand Prix. Voor het eerst echt in het Midden-Oosten. En ja, we moeten het toegeven, de mensen hier zijn er echt enorm trots op dat wij met het hele Formule 1 circus neergestreken zijn hier in dit kleine Midden-Oosten staatje. Om hier vandaan Formule 1 wedstrijden te gaan doen. Een unicum ook, absoluut. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Want er is hier, en we hebben het net ook al even via Tom en Edward gehoord, de laatste maanden ongelooflijk hard gewerkt om een, maar een Engels woord te gebruiken, state-of-the-art circuit neer te leggen. Wat inderdaad in het landschap past. Prachtige rondingen, mooie tenten, enorme tribunes.
Je zou dan ook denken dat er hier heel veel mensen kunnen zitten. Dat is echter niet waar, want er zijn, en misschien is het wel slecht, wat ik begrepen heb, 45.000 zitplaatsen. Er is een achtergedeelte waar nog heel veel mensen kunnen staan, dus ze kunnen er wel veel meer in. Maar echt om te zitten heeft men ingeschat dat er hier hooguit 45, maximaal 50 naartoe zullen gaan komen. Goedkoopste plaats hier, 100 Amerikaanse dollars, het duurste 450 Amerikaanse dollars. En hier ziet u dat dit circuit daadwerkelijk, zoals wij het mogen zeggen, in de middle of bubblefuck nowhere ligt. De stad is hier een kleine 35 kilometer vandaan. Dan zou je eigenlijk het rechte stuk zo recht omhoog naar uw beeld door moeten rijden. Dan kom je terecht in Manama. Maar hier heeft Herman Tielke een baan getekend die ze met liefde gebouwd hebben. En waar de coureurs tot op heden allemaal zeer, zeer over te spreken zijn. De rotsformaties in het zand schijnen nog wel mee te vallen. Wel roepen de meeste coureurs, nou, als je 's ochtends de baan opkomt, dan voelt hij nog wat groen aan. Dat is een echte race term. De track feels green. Dat betekent dat er nog niet veel rubber neergelegd is. En 's avonds waait er wel weer het een en ander aan zand over die baan heen. Maar ze hebben ook geprobeerd om dat een beetje tegen te gaan. Want met name aan de kant waar de wind hier het meest vandaan komt. Een soort lijm op het zand te spuiten om te zorgen dat het daar een beetje blijft liggen. De temperatuur is hier inmiddels opgelopen naar 32 graden. De temperatuur van het asfalt is maar liefst 51. Hier ziet u de starting order voor deze kwalificatie. Wat dus betekent dat Baumgartner zojuist de langzaamste was. Barrichello het niet heel goed voor elkaar had. Hij was tiende. En daarachteraan ziet u de rest komen. Ralf Schumacher en Juan Pablo Montoya waren zojuist de snelsten. Zij zijn van het team van Williams. En wie dat ook is, is volgens mij Patrick Hetjack. Ja, tegenover staat mij inderdaad Patrick Het. Die staat hier rustig met zijn handen gekruist om een flesje water. Hij stond net te praten bij de mannen van Michelin. Patrick, is it too early to say we can do it? Oh, I think so, yes. I mean, it's going to be a very long, tough race. And we've only done the first qualifying, which sets our running order for the second qualifying, the important qualifying. And we'll have to, I mean, I think we're in reasonable shape, but... No counting of chickens going on. No counting of chickens, that's a good one. Do you think that Bridgestone is having a little problem, or can't we say that it's also too early? No, I think they seem to have a very stable tyre that will do very quick, consistent laps, and the question is whether they can get a really good lap out of it on that first qualifying lap. Okay, thank you very much, Patrick Het, die weer terugloopt naar zijn team. Want hij wil natuurlijk net zo goed als wij allemaal gaan kijken. Hij zegt, Bridgestone, ja, die heeft een goede band gemaakt. Ze gaan nog niet zo lekker, vroeg ik aan hem. Is dat belangrijk om daar nu al een uitspraak over te kunnen doen? Hij zegt, nee, dat kun je nog niet zien. We moeten gewoon even afwachten, want misschien hebben ze net even een andere tactiek. Wij van Williams staan natuurlijk op 1 en 2 voorlopig. Maar dat zal nog niks zeggen. We moeten nog de echte kwalificatie doen. En dan gaat het pas echt tellen. Kijk naar Gian Maria Bruni, de Italiaan in dienst, zeg maar, toch van het team van Minardi Koswick. En daar zit zijn collega Zsolt Baumgartner, de Hongaar. Ja, beide hadden helaas toch weer het nakijk. Maar liefst op een dikke 4 seconden, bijna 5 van de top. Ralf Schumacher snelste. Waar stond David Coulthard? Want die had toch wel wat problemen vandaag. 13e uiteindelijk, maar het hoeft niet zoveel te zeggen. Jack Ploy heeft hem gevonden. Not only troubles on Friday, also a little bit on Saturday. What does it mean for you? Well, I took the option of running my fuel to see what the balance of the car was going to be like. Obviously, Kimi decided to run low fuel just to see what the car would do. So, you know, in our race trim, we're not looking that strong. But, you know, we have to presume other people ran low fuel as well. So, see if we can get into the top 10. How does it feel when you go in your car? You have to concentrate. You have to do this one lap only. I know that's not your... Yeah, you don't like it that much. It's only one lap. With all this trouble in your mind, can you shut that off? Yeah, you know, I don't have a particular problem with driving one lap. You know, we have to... A Grand Prix is a series of one laps that just keep going. The difficulty is with the McLaren over the last few seasons has been tricky to really know where the car is. So it tends to be that we find the balance once the tyres have calmed down, and when we put new tyres on, then we're not able to harness the grip. So that's where the problem lies. Thank you very much. Good luck. David Coulthard, die nog heel even een klein quoteje aan ons gaf van... Ja, één rondje rijden, dat heeft hij ooit wel eens tegen ons gezegd, vind ik niet zo leuk. Maar een race rijden is een cd vol met rondjes. Dus het komt eigenlijk neer, ik moet elke keer presteren. Ik vroeg aan hem, is dat geen probleem? Want je hebt al zoveel problemen gehad dit weekend. Zit dat niet in je hoofd als je nu instapt? Nee, dat zet ik uit. Ik ga gewoon voor één lap proberen. Hij zei nog interessant genoeg dat Kimi Räikkönen hiervoor in deze eerste kwalificatie... met heel weinig benzine heeft gereden en hij zit tot de nok toe vol. Want hij wil graag goed presteren in de race. David Coulthard.
Raikkonen zette zojuist de derde tijd neer. Reed een 1.30.3, was daarmee 1/10 langzamer dan Juan Pablo Montoya. 1/4 langzamer dan Ralf Schumacher. Logisch dat het team dat gedaan heeft. Ze hebben veel tracktime, veel tijd op de baan verloren. De problemen gisteren bij Raikkonen waren duidelijk. Ook vanochtend schoot hij er een paar keer af. Coulthard heeft over de hele vrije trainingen in de ochtend vanochtend maar totaal van volgens mij 4 ronden gereden. En heeft daar niet eens een officiële tijd neer kunnen zetten. De wagen kreeg een lekker rechter voorband. Toen hij bij een bocht aanrende spinde hij eraf en daarmee kwam de motor tot stilstand. Remmen vatten vervolgens vlam en dus waren er daar wel wat problemen voor David Coulthard. Men heeft overigens met een ijzerzaag hier, inderdaad een echte ijzerzaag, aan het begin van het rechterstuk het opkomen daar het een en ander veranderd op de curbstones. Maar ietsjes buiten die rood-witte stenen die de zijkant van de baan markeren. Daar zaten scherpe punten en daar liepen veel mensen problemen op. We kijken naar Zolt Baumgartner die dus als allereerste hier het spits aan het afbijten is. In wat men hier ook wel noemt de Desert Storm van Bahrein. Een eigen Desert Storm. Voorlopig valt het allemaal mee. Ik heb hier nog geen wind meegemaakt die hoger is dan een, nou, laat het dus heel gek zeggen, een hele dikke windkracht 2, misschien wel 3. Aan de andere kant moet je ook niet hopen dat het hier windkracht 5, 6 of 7 gaat waaien. Want dan praat je mijn zinziens over een echte zandstorm. En dan konden we met heel veel mensen hier wel eens een probleem hebben. Teams hebben zich overigens voorbereid op die hoeveelheid zand die hier dan toch wel een beetje in de lucht hangt. Alles wat je hier ziet, alles wat je aanraakt, blijft er wel van dat hele fijne zand aan je handen zitten. Door in de motor een wat dikker luchtfilter te gebruiken. Een luchtfilter waarbij je het zand tegenhoudt en de lucht wel doorlaat. Nou, er zijn weer bedrijven die daar heel erg in gespecialiseerd zijn. Airconditioning bedrijven hebben dat soort zaken ook. En dus zit er een wat dichter en dikker luchtfilter in dan normaal gesproken met een hogere dichtheid, een hogere densiteit, zoals we net hier zelf zeggen. Wat gaat Zolt Baumgartner hier doen? Nou, laten we er niet van uitgaan dat hij pole position gaat houden. Hij gaat in ieder geval wel rijden. En dus is dit een stukje tape wat de familie Baumgartner wel weer zal gaan koesteren. Ja, hiermee kan je toch laten zien, kijk, P1 weet je, dat er vervolgens nog 19 anderen komen die daar waarschijnlijk met 2 vingers in de neus onder doorgaan. Baumgartner reed straks een 1.35.6. Wat heeft hij aan zijn auto aangepast? Weinig, hij rijdt 35.7. En dus betekent het dat hij vrijwel gelijk met hetzelfde hoeveelheid brandstof deze tweede kwalificatierun gereden heeft. Want vanaf nu, ik zeg het nog maar ten overvloede, mag er aan de auto's niet meer gesleuteld CQ bijgetankt worden. De hoeveelheid brandstof die er nu in zit, ook daarmee zullen ze morgen het eerste deel van de wedstrijd moeten gaan rijden. Hier de ex-collega's van Jos Verstappen, die dus tegenwoordig bij het Wilux Minardi team aan de gang zijn. En zij kijken naar hun andere compaan, Gian Maria Bruni. Ik denk dat Bruni toch geacht moet worden een 8/9/10, misschien nog wel een secondetje harder te gaan dan Baumgartner. Bruni, een coureur die echt wat dat betreft ten opzichte van Baumgartner van een andere klasse is. Baumgartner redelijk. Bruni kun je toch nog wel enig talent toedichten. Dat is een jongen die zeker wil. Ik denk ook wel dat Bruni een coureur is die misschien wel vanuit zijn Minardi-positie in de nabije toekomst bij een ander team als testrijder aan de slag kan gaan. Hij heeft in het eerste gedeelte al 2/10 van een seconde te pakken. Maar deze Bruni had het weekend nog iets meer te pakken, Jack. Ja, hij reed in de pitlane te hard. Dan zou je zeggen, ja oké. Okay. Te hard rijden in de pitlane, dan krijg je een strafje voor. Hij reed maar een 12 kilometer te hard. Dan zou je normaal een boete voor krijgen van een paar honderd dollar. Maar, meneer Bruni heeft zowel in Melbourne als in Maleisië ook te hard gereden. Dus zegt de FIA, 3 keer vinden wij genoeg. Wij geven u een boete van $12.000. Of je even kan betalen. $12.000. Ja, is het niet een beetje ook niet, hè? Zo, en het voordeel is, in dat geval voor het team, de coureur moet dat zelf betalen voor aanvang van de eerstvolgende training van de volgende Grand Prix. Laten we dat erbij zeggen. Bruni onderweg zit bijna op die 19e. Kan wellicht dat secondetje gaan pakken als hij geen fout maakt in de laatste bocht. Opkomen rechterstuk. Hier vlogen er vanochtend een stuk of 5, 6 elke keer weer naast. Maar Bruni heeft de boel redelijk onder controle. Komt daar zelfs heel netjes aan de buitenkant. En gaat richting een lage 34er voor hem. Ja, midden netjes gedaan. 1,2 seconden. Zal ongetwijfeld ook iets in de hoeveelheid brandstof van die auto zitten. Maar toch een goede prestatie. Een voorzichtig applausje van de mannen die voor deze Gian Maria Bruni zijn auto prepareren. Met alles onder de vleugels van deze baas, Paul Stoddart zelf. Die als tegenhanger van EasyJet, AussieJet begonnen is. En dat heeft hij geïntroduceerd tijdens de wedstrijd in Australië. Dan Giorgio Pantano. Hij hoort dus bij de mannen die in het eerste blok gaan. Bruni geweest, Baumgartner geweest, Pantano nu. Daarna krijgen we nog Heidfeld en Massa. Voor Massa is dat een beetje lastig. Want ja, die had toch wel wat beter kunnen presteren dan uiteindelijk de 16e positie die hij
in het eerste deel van de kwalificatie neerzetten. En Spontano is een lekkere coureur om naar te kijken. Het is een jongen die wil gooien, wil smijten, die auto nog wel eens tijdens het aanremmen lekker de greep wil houden. Die misschien wel voor Formule 1 wat te wild bezig is. Je ziet het 70e jaren wellicht herkenbare teken van vrede op de motorkap. Dat ze een stuk nog steeds van de auto staan. De sponsoring van Bahrein. Hij rijdt daar vol over een stuk van de ding heen. En hier kan Bruni wel zijn probleem mee krijgen. Het schijnt reglementair zo te zijn dat je geen coureur mag tegenkomen. Dat je voordat hij voorbij komt binnen moet zijn. En dus zeg ik, trekken met die knip. Bruni krijgt er nog eentje bovenop. Het zou me verbazen als het niet gebeurt. Tano raakte overigens wel iets beschadigd op de auto. Ik denk dat het Bartbord verdwenen is aan de zijkant. Ja, wel zeker. Een tiende onder de tijd van Bruni moet ook makkelijk kunnen. Zijn vorige ronde, hij reed toen een 33-5. Dat is alles bij elkaar een 1,3 seconden. Dus het gat is nogal groot. Moet hij dan hier gevonden hebben. Wellicht dat hij wat verloren heeft op het moment dat hij daar even de baan raakte. Maar ja, 14e hoeft hij niet echt heel erg tevreden over te zijn. Want dat is eigenlijk gewoon te weinig. Hij weet overigens wel dat het gat met de mannen achter hem zo groot is. Dat hij dus ook rustig aan kan doen. Hier dat moment, let op, links rijdt hij tegen die pilon aan. En zal er een stuk van het bargeboard afbreken. Kdeng. Frot, daar gaat het. Ook van de buitenkant gezien. Kleine beschadiging al daar. Pof, vol over dat paaltje heen. Misschien is het wel een spiegel. Iets. We houden het op iets. Nou, de twee teams die dus eigenlijk het spits af moeten bijten zijn dan dus Minardi en nu ook het team van Jordan. Waar we kijken naar Nick Heidfeld. Een jongen die als hij niet zijn beloftes ingelost krijgt van McLaren. Hij werd ooit natuurlijk Formule 3 kampioen in een team wat door McLaren gerund werd. Formule 3000 kampioen met grote overmacht in een team wat door McLaren gerund werd. Maar toen hij naar Formule 1 kwam was er even geen plaats voor hem. Hebben ze hem geparkeerd bij Sauber en daar is hij heel lang gebleven. Van Raikkonen bij Sauber en zei McLaren, nou weet je wat, laten we Nick maar zitten. Nemen we Raikkonen, dat is lastig voor deze Heidfeld geweest. Het gevoel bij meerdere hier in het paddock in Bahrein is dan ook zo dat Heidfeld dit jaar een paar wonderen zal moeten laten zien als hij wellicht volgend jaar nog ergens door een ander team opgepikt gaat worden of hij moet blijven bij Jordan en uiteindelijk gaan betalen voor zijn drive. Dat zal hij niet willen. Het paaltje ligt daar wel lastig. Gelukkig komt Heidfeld er veilig omheen. 34 is even snel CQ langzaam als Bruni, met wie ik wil zeggen. En is niet sneller dan Pantano. Is wel sneller dan Pantano. Moet de tijd van Pantano ook weer relatief eenvoudig kunnen pakken. Hij was er straks 1,1 seconde sneller. Hij zit nu al op 16e. 40 rond. Dat is wel een goede tijd voor het middengedeelte. Het laatste stuk zou je toch echt in de 22ers moeten doen. En niet in de 23ers zoals de meesten hier gedaan hebben. Prachtige doordraaiers. Opkomen rechterstuk. Een enorm lang rechterstuk. En Heidfeld verliest ietsjes aan het einde en heeft de marge op een halve seconde gezet. Er was goed in deze run er nog één en dat is Felipe Massa. Daarna komt er een, wat men hier noemt, een natuurlijke break. Even 2 minuten niks gedaan en gaat de rest verder. Het zijn ook allemaal jongens tot op heden die gereden hebben die gebruik maken van Bridgestone banden. De eerste 5 zijn allemaal Bridgestone rijders. De man die daar nogal het een en ander over te vertellen heeft, is Kees van der Grint. Die staat naast onze pitreporter Jack Lloyd. Kees, de Bridgestone-rijders van Ferrari, hè? De twee toppers. Die waren bij het eerste uur hiervoor niet helemaal voorin te zien. Moet jij je dan ongerust maken of moeten de fans zich dan ongerust maken? Ja, je moet je altijd ongerust maken als Ferrari's niet vooraan staan. Die horen nou helemaal vooraan. Dus als ze dat niet zijn, dan maakt men zich ongerust, ja. Is het een tactische overweging misschien? Kan je daar iets meer over zeggen? Nou, je begrijpt dat ik daar nog niets over zeg. Dat zal wel zondag blijken of het tactisch was of niet. Oké, maar jij gaat nu met een vrolijk gezicht de pitbox in bij Ferrari en kijken naar de pole position van Michael? Nou, of het mij een vrolijke gezicht te maken heeft met de pole, dat weet ik niet. Maar er is geen enkele reden in deze atmosfeer hier met dit geweldige circuit en de accommodatie en de zonneschijn. Dus ik denk dat er veel reden is om te lachen. Nou, je vindt het gaaf hier, hè? Daar spraken we vanmorgen net even over. Ja, ik vind het fantastisch hier. Dit is ongelooflijk wat je hier te zien krijgt. Eigenlijk in the middle of nowhere. En circuit, dat kent zijn weerga niet. Oké, wij gaan kijken naar de pole position van Michael Schumacher. En dan passen we jouw gezicht wel aan. Dankjewel, Kees van der Grint.
Er zijn mensen die het met jullie eens zullen zijn, er zijn mensen die het niet met jullie eens zullen zijn. Maar zo is het. Wij kijken voorlopig naar Felipe Massa. En als hij het goed doet, gaat hij ook die voorlopige pole position pakken. Dat moet hij ook kunnen doen. 30-5, 39-3 in het middelste stuk brengt hem ergens in een lage 32. Ja, 32,5 is een goede tijd voor Felipe Massa. Die dit jaar nog niet beter wist te kwalificeren dan de 11e positie. Het gat met Hartveld is 19e van een seconde. En het zal dus straks aan Webber, Christian Klien, David Coulthard, Cristiano De Matta en Rubens Barrichello zijn. Om ervoor te zorgen dat zij beter kunnen gaan. De eerste vijf zijn dus geweest. Massa, Heidveld, Pantano, Bruni en Baumgartner. De rest volgt zo dadelijk. De temperatuur van het asfalt koelt weer gek genoeg iets af. De zon verdwijnt een beetje. Dat gebeurt hier vaker tegen het einde van de middag. Dat er ineens een soort waas overheen komt. De pauze die de FIA er dus tussen legt is sowieso 2 minuten stilte in de pits. Dan 13 minuten over. Gaat dus de pitstraat weer open. Dan heeft hij nog een hele inrijronde. En dan begint hij dus aan zijn kwalificatieronde. Massa dus met 1.32.5. Dat gaat hier niet pole zijn. Als we kijken naar wat er straks gereden werd, 29.9. Durf ik niet te zeggen of we ook in die 29ers blijven. Mijn gevoel zegt dat we ergens rond de 30.1 terecht gaan komen. Omdat men iedereen kijkt ook weer naar aanleiding van die eerste run. Kan ik nog wat inleveren straks? We zagen straks al de rit van Gianmaria Bruni. En volgens mij reed hij nog op de baan op het moment dat Pantano eraan kwam. Als iemand het moet weten of het mag, is hij het wellicht zelf. Of hij probeert zich nu onder een boete vandaan te praten. Jack. First of all, how was it? Were you satisfied on the new track, your first qualifying? Yeah, it was very good. The circuit I like a lot. You know, it's very a lot of breaking point and turning. And, you know, from sixth gear you go into first and very quickly. No, it's I like. You know, it's basically it's like Monza. You know, we go with a little bit low downforce, and so it's feeling quite similar. No, it's nice. Most of it is like a Mickey Mouse circuit, you know, twisty and nice. And no, it's nice for what we have. We did the best we can. You know. You have to think about and our package is completely different than the other one, so I'm very happy. Do you have a big saving account? Do you have a lot of money on your pocket? No, unfortunately we don't have anything, otherwise we can be better. Because you have to pay a lot of money, I've heard, $12,000 you have to pay. Yeah, but you know, that is something that we discussed yesterday, and now we will see. You know, team manager will find out because it's, you know, in the end of the day, it wasn't my fault. So, what can I do? You know, the button was not working for 2 times on the steering wheel, and then we changed the steering wheel, and it was fine. So it's nothing about me. Okay. Then the question about qualifying, just you were on the track together with the Italian guy Pantano. Is that allowed? Yeah, it's allowed. You know, I was going slow, and I saw him coming in the mirror. I just taken the left side, and he went, you know, without any problem. Oké, okay, thank you very much. Gianmaria Bruni die zegt van dat geld, daar maak ik me geen zorgen voor. Daar hebben we een team voor. Want het knopje op de stuur om de toerenbegrenzer erin te drukken, die deed het 2 keer achter elkaar niet. Dus dat geld is niet voor mij, is voor het team. Dat is nogal wat. Voor de rest, dat rijden samen op de baan met Pantano is voor hem niets aan de hand. Hij ging gewoon netjes aan de kant. Nou ja, duidelijk denk ik. In de notendop, no problem. Kijk naar de ogen van Christian Klien. Hij kijkt naar de verrichtingen van zijn teamgenoot Mark Webber. Wij horen het geluid van zijn Jaguar. Die stickertjes en die nummertjes die je dus ziet zitten als je zo'n onboardshot krijgt, dat zijn dus de zegels van de FIA. Die plakken ze over dat soort dingen heen, zodat ze dat niet open kunnen maken na de training om een nieuwe onderdeel in te douwen, wat dus verboden is. Zodra zo'n zegel verbroken is, ben je klaar, sta je direct achteraan. Het is overigens wel een deel, althans niet achteraan, maar wel 10 plaatsen, is ook het zwaard van Damocles, wat er inmiddels boven het hoofd van Kimi Räikkönen hangt. Door de fout gisteren in de motorwissel, wat Räikkönen hier ook doet, al traint hij straks pole position, hij zal nooit dichterbij dan P10 kunnen komen. En dus als hij een 4e tijd neerzet, dan gaat hij terug naar P14. En als hij een 10e tijd neerzet, dan gaat hij terug naar P20. Mark Webber, in mijn optiek, u zag straks nog even een staartje van zijn run, deed het rustig aan. Dat is waarschijnlijk een indicatie voor het team geweest om nog wat brandstof eruit te halen. Want hij moet beter kunnen dan de 31.9 die hij tot op heden heeft staan. Mist daar behoorlijk zijn rempunt voor de eerste herpin. De bochten hebben hier nog totaal geen namen. Het gaat gewoon van bocht 1 naar bocht 2 naar bocht 3, 4, 5, 6 enzovoort enzovoort. Prachtig snel gedeelte hier.
ruim 170 kilometer daardoor en dan een rechter knikje weer. Eerste versnelling 73, op naar 260 kilometer hier. Helemaal terug naar de 61. Hier. Bam, mikken in dat middenpuntje. Weer uit accelereren. Weer door naar 6, CQ7. 305 aan het einde van dit rechterstuk. Tweede versnelling 110. En dan vol door. Naar dik 275 op dit punt. En misschien wel harder. 280. Weer een lang rechtstuk. Webber zegt zelf, ja, dat is een beetje boring. Maar het is wel goed voor het inhalen en dat gaan we dus morgen in de wedstrijd zien. Buitenkant Webber 30-8 en 39-3. Is hij langzamer dan Felipe Massa. Verrassend. De tactiek bij het team van Jaguar is dus anders. En hij gaat hier wellicht niet de snelste tijd in zitten. Nee, het is weinig. 89.000ste van een seconde. De laatste fase van de baan, het laatste gedeelte, was hij wel sneller. 2/10 om precies te zijn. Maar voorlopig lijkt het rondje van Massa goed te zijn. 32.5. Dat is wat staat, hè? Ja. Had hem dus straks niet veel beter gebracht. Dan was hij de 16e mee. Christian Klien dan. Voor het eerst dit weekend is dit de Klien die we graag willen zien. En hij is overigens tevens morgen in ons programma te gast als we de fanmail met hem doornemen. Jongen die Nederland een warm hart toedraagt, omdat hij natuurlijk tot op heden op Zandvoort tijdens de Masters daar zijn allergrootste succes behaald heeft. Wat er tevens voor gezorgd heeft dat hij vandaag hier in Bahrein in de tweede Jaguar zit. Problemen bij het aanremmen daar. Vanochtend is hij er twee keer vanaf gespind. Maar het is wel een jongen die zelf zegt, ik vind het lekker om op zo'n baan te rijden. Dan heb ik in ieder geval niet het mentale nadeel dat ik denk van ja, zij kennen de baan beter dan ik. Voorlopig zit hij 14e onder de tijd van Felipe Massa. Daarmee durf ik toch wel aan. 30-1 is echt een snel eerste gedeelte. Dat ze bij Jaguar hebben gekozen om Klien dit weekend de aanval te laten zijn. Om eens te kijken wat er gebeurt. En om met Webber een wat behoudendere tactiek te gaan voeren. Prachtige beelden vanaf de neus van de Jaguar. Wow. Hij heeft wat ingeleverd daar, zit nog op 2/10 van de tijd. Is een 10e langzamer dan Massa in dat gedeelte. Dan zal hij het in het laatste stuk moeten gaan doen. Maar 14, 19, 13 kan hier naar een lage 32 gaan. 32-1. Inschatting voor de tijd die deze clean hier gaat rijden. Het wordt 32-3. Houdt nog 2/10 over. Maar is wel sneller dan Mark Webber. En dat is mijns inziens voor het allereerst. Kwalificatieduel tussen deze twee coureurs gaat naar 2-1 in het voordeel van Webber. Heidfeld staat op 3-0 voor Pantano. En Bruni 2-1 ten opzichte van Zol Baumgartner. Maar dat kwam dat Bruni een keertje achteraan moest gaan starten. Dan kijken wat ze bij McLaren verzonnen hebben. Want de volgende die mag is David Coulthard. Dat betekent dus dat Coulthard het niet heel erg lekker deed in die eerste kwalificatie. Zij zelf dat hij vol zat met brandstof. Raikkonen wat lichter. Raikkonen deed 30-3. David Coulthard deed 31-3. Dus zit er een seconde tussen. Dat zou 25 kilo brandstof kunnen zijn. Per 10 kilo brandstof verlies je hier op deze baan ongeveer 4/10 van een seconde. Maar Coulthard zou dan dus nu geacht moeten worden, als ze dat willen, om ook een 30er te rijden. Dan zal hij onder de 30 seconden het eerste stuk af moeten leggen. Prachtig om te zien hoe de McLaren toch nog altijd hier mechanische grip heeft. Maar dat is een ding wat zeker is. Zeker niet de lelijkste auto van het veld. Op dit moment wel een auto waar veel over gepraat en gerold wordt. Want de betrouwbaarheid is ver te zoeken. Gisteren een probleem voor Coulthard met een band die eraf ging. 10e onder de tijd van Klien. Aanremmen voor die rechterknik. Niet over de curbs. Juist, zo min mogelijk. Dan doe je het goed. De curbs zijn hier hoog. Dit een lastig punt. Als je hier te laat rent, ben je klaar. Niet foutloos, laat het zo zeggen. De vraag gaat zijn wat hij nog over heeft van die 2/10. Hij deed inderdaad 29-9 over het eerste gedeelte. Dadelijk zullen we kijken hoe het zit bij het tweede meetpunt. En langzamerhand begin je indicaties te krijgen over wie er hier hard kunnen gaan. Onderweg zo dadelijk
De Sato's, de Buttons, de Trulli's, de Alonso's. Panis was verrassend goed in het eerste deel. Stond toen vijfde. Hij heeft er 2/10 sorry, bij weten te halen. Zit nu een hoge 31er. Er komt nog wat vanaf. 31-8. 7, oké. Okay. Tekenen we voor. 31-7 voor David Coulthard. Hij zet voorlopig de toon. Want het is nu aan Cristiano D'Amata en om Rubens Barrichello om datzelfde te doen. Barrichello reed 31-2 daar straks. D'Amata reed 31-3 daar straks. En dus denk je, ja, dat moet dan kunnen. Nou, nogmaals, ze moeten ook de brandstof meenemen waar ze morgen het eerste deel van de race mee moeten gaan rijden. Blokkerend binnenwiel lijkt schokkender dan het is. Die auto duikt daar scherp naar links. Leunt dus volledig op de rechterkant. En dat er dan aan de linkerkant een wieltje blokkeert, is niet zo problematisch. Kijken naar de Braziliaan Cristiano D'Amata. D'Amata die goed in zijn vel zit. Iets wat je niet kunt zeggen van het team van Toyota zelf. D'Amata die naar eigen zeggen zegt van ja, ik heb nog 16 wedstrijden om te bewijzen dat ik hier hoor. En ik ga dat ook zeker doen. Voorlopig is hij 2/10 sneller dan David Coulthard. D'Amata reed er straks een 31-3. Dan lijkt hij hard op weg om diezelfde tijd hier neer te gaan zetten. Of misschien nog wel wat mooier. Foutloos is wel het motto. Wordt bij de Toyota. Gezien wordt als een van de sterkste motoren van het veld. Touring kwalificatie en er zit 42.000ste boven de tijd van David Coulthard. Wat doet Cristiano D'Amata? Het is minimaal. Het zit dicht op elkaar. Coulthard is in dat opzicht net op tijd binnen. En D'Amata, pakt hij het wel, pakt hij het niet? Hij pakt het niet. Wel, 2000ste. Yeah. Niet veel, maar toch. 2000 sneller dan David Coulthard. Jack Ploy heeft inmiddels Mark Webber bij zich. Mark, is dit what you call a shit lap? Yep, it is. Mistakes in the first sector. Wasn't a very clever lap, so disappointing. But anyway, it is good that your teammate is pushing you a little bit. Yeah, it's been a bit closer this weekend, but I'm not worried about him. I'm worried about the pace of the car. That's a good answer. Thank you very much, Mark Webber. Die zegt van, ik maak me niet zo druk om een teammaatje. Ik maak me druk eigenlijk om een fouten die ik heb gemaakt. Want hij zei net, vlak voordat hij in de uitzet kwam, met zijn hoofd naar beneden. Wat een shitlap. Dus ik denk, nou, dat durf ik hem wel te vragen. En hij zegt, inderdaad, ik heb een hoop foutjes gemaakt. Gauw vergeten, gauw naar de race, Mark Webber. Dan zijn het wel kleine foutjes geweest, want ik moet eerlijk toegeven. Ik heb nou niet echt bij de run van Webber zitten kijken van, poep, 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 wat gaat er nou op fout? En als je dan clean zit op 0,6... En hij heeft 0,9, dus 3/10, ja, dan kan het wel in een hoop kleine foutjes zitten. Maar was het toch zijn doel geweest om in een lage 32er te komen. Niet zomaar in een 31er. Laatste van deze run, Rubens Barrichello. Daar direct al 2/10 onder de tijd van Cristiano D'Amata. Er zijn mensen hier die denken dat hij de pole moet kunnen rijden vandaag. De vraag is, gaat hij dat halen? Komt op het moment dat hij aan het doorschakelen is. Waanzinnig. Daar 18.006, wat minder dan de Toyota, zit een seconde onder de tijd van D'Amata, bijna. En dus praten we hier over een 30-7. Dat is de tijd die Michael Schumacher in het eerste gedeelte liet noteren. Toen was Barrichello wat voorzichtig met 31-2. Hier gaat hij komen. Wordt het 30-7 of wordt het nog sneller 30-5? 30.5. De auto meteen in de ankers. Het gas eraf. Tevreden knikken bij de mensen rechts van Bridgestone. Hier Luca Badoer, testrijder van het team. De gedachten verzonken. Zij gaan nu nadenken of het goed of niet goed genoeg is. 30-5. Zou in de vorige trainingen de vierde tijd opgeleverd hebben.
Raikkonen reed 30-3, Montoya reed 30-2, Ralf reed 29-9. Hier is het feit en bewijs dat Barrichello brandstof spaart. Hij komt heel rustig terug naar de pitch. Hij weet ook weer dat er ook nu weer in de pitstraat een gat is van 2 minuten. Over 2 minuten gaat de pitstraat pas open voor de volgende. Dat betekent dat we nog 2 groepen hebben en dat we dus binnen die 2 groepen uiteindelijk het antwoord moeten gaan vinden. Wie pakt de pole voor de allereerste grote prijs van Bahrein? Zit in de buurt van de stad Manama, voor de mensen die het willen weten. Eigenlijk is het hele eiland helemaal niet zo groot. Je hebt het over een totaal eiland van noord naar zuid 50 kilometer. Van oost naar west 16 kilometer. Iran ligt aan de andere kant van de golf. En Kuwait en Irak liggen hier ten noorden van dit mooie eiland. Want dat kun je het wel noemen. We zien nog wat beelden van diverse coureurs die al aan het werk geweest zijn. We hebben David Coulthard gehoord voor zijn run. Coulthard is weer terug. En dus kunnen we ook luisteren wat hij vindt, wat hij nu gedaan heeft. Hij staat op dit moment op de 3e positie. Jack. Shortly before the race, we spoke a little bit. Did you expect it to be before the qualifying? I'm sorry, before the qualifying we spoke. 3rd up till now. Satisfied? I was a little bit slower on that lap than I was in the previous one, but not significantly so. So it's kind of represents, I think, where we are at this time. So just need to try and make the best we can in the race. Attacking strategy or first stint a little bit slow, watch the others and then attack? Very similar to what we had in Malaysia. So I would be surprised if anyone's doing anything significantly different than that. Okay. Thank you very much, David Coulthard, die zegt dat hij in ieder geval net zo gaat rijden, strategisch gezien, als in Maleisië. En hij verwacht ook niets anders van alle anderen. Nou, dat is toch wel een leuke uitspraak, denk ik. Maleisië bracht hem uiteindelijk de 6e positie. Coulthard die dit jaar de kwalificatie de boel een beetje heeft laten steken. 12e en 9e. Voorlopig staat hij 3e, maar goed, dan moeten er nog 10. Dus zou hij daarmee 13e kunnen staan als zij allemaal sneller zijn. Belangrijk zal zijn dat Fisichella dat voor elkaar krijgt. De tijd van Massa haalde hij er straks makkelijk. Hij heet een 31-2. Maar het vreemde is dat Massa Fisichella dit jaar tot op heden altijd outqualified heeft. En dat zou dan betekenen dat Giancarlo Fisichella in dit geval niet sneller mag gaan dan 32-5-3-7. Dan is hij 1000ste langzamer dan Felipe Massa. Bereid u voor overigens dat de pole hier wel eens om die 1000ste zou kunnen gaan. U heeft gisteren al gezien dat er maar zo weinig tussen zat. Toen Coronel die uitrekende dat 1000ste 6 centimeter was. De vrije trainingen vanochtend waren idem dito. Tijdens vrije training nummer 1 zat er 6000ste tussen nummer 1 en nummer 2. En tijdens vrije training nummer 2 was het maar liefst 4000ste. En daarmee praat je dan dus over de voelomkomen 24 centimeter. Fisichella in zijn outlap. Tot op heden het team van Sauber zeker niet lekker onderweg. Ik vind dat ze dit jaar zeer teleurstellend hebben geopereerd. Tot op heden kwalificatie nooit beter dan de 11e positie. Fisichella 14e en 12e. En dat met een auto die buitenhuids blauw en lichtgroen en whatever is. Maar die onderhuids en qua vorm niks anders is dan de Ferrari van vorig jaar. Het team zegt wel dat ze hem zelf helemaal hebben ontworpen, maar dat er wel wat hulp geweest is van Ferrari enzovoort enzovoort. Nou, dat verhaal kennen we. Mag ik laten zeggen dat ze het er goed mee doen? Nee, want ook hier maakt hij een klein foutje bij het aanremmen. Dat zijn wel die paar tienden waar Mark Webber het er straks over had. Als je een aantal van dit soort foutjes maakt, dan mis je wat. Waarom? Je komt op die bocht aan, je remt in het start, er zit onbalans in, je mist 2 kilometer bij het insturen van de bocht en het rechte stuk daarna telt dat door. En dus heb je er last van. 29-8 in het eerste deel. Even kijken op zijn massa. Dat was 30-5. Dus dik 17e erboven. Zonder in dit geval moet ik zeggen. Als hij dat nu al heeft. Komt hij aan een hoge 31 en gaat hij in de buurt komen van de tijden van D'Amata en Coulthard. Tenzij hij hier doortrekt. Maar de vraag is, kan deze Fisichella dat? Ja, normaal gesproken wel, maar Fisichella heeft, sinds hij galant is hier in Bahrein, last van wat griep. En hij heeft verhoging. Daar op 18e zou voorlopig P2 kunnen zijn. Nou, die 30-5 gaat hij niet aankomen, maar misschien wel de P2 voor Fisichella voorlopig. Het antwoord is nee.
verliest enorm in het laatste stuk. Zeer verrassend. Hij komt er 1,2 seconden achter Coulthard en de Matta. Dat is wel een paar duizendste. Maar toch is men tevreden bij het team. Nou, kun je het ook zijn. Daarmee is het wel voor het eerst dat hij beter is dan Felipe Massa. Met de Sauber tevreden. Dat zegt misschien ook wel genoeg. Deze jongen gaat wat anders door zijn hoofd. Vanochtend vrije training 1. Bovenaan de lijst, Jensen Button. Vrije training 2. Bovenaan de lijst, Jensen Button. Dan weten we nog, de vorige Grand Prix in Maleisië. Net niet boven op het podium, maar wel op het podium. Jensen Button. En ook Sato ging vanochtend erg goed. Sato was de eerste run. Maar 5000ste langzamer dan Jensen Button. En dus als we een foutloze run bekijken, we zien dat het goed gaat met Sato, dan zou je in ieder geval kunnen zeggen dat Button diezelfde tijd kan rijden. Ze reden toen allebei een lage 31er. Als ze dat nu doen, komen ze achter Barrichello te staan. 29,5, dat is wat hij zoekt. Dat is de snelste tijd in de eerste sector. Daar zie je 2/10 boven. Enorme snelle bochtencombinatie, die twee S'en dan naar beneden en linksaf. Je kunt ook mooi aan die stickers op die band zien hoe het zit met vertragingen. Het karrewiel effect. Dat gaat vertragen, zie je die banden eigenlijk weer achteruit rollen. Maar dat is puur stroboscopisch effect op uw en mijn ogen. Maar je ziet daarmee wel heel mooi wat die auto doet. Belangrijk is dat Sato geen fouten maakt. Hij heeft dat dit jaar wel een keer gedaan. Dat was in Maleisië. Toen ging hij op ongeveer dit punt van de ronde. Zoveel in de ronde ging hij eraf. Hier gaat hij er weer bijna af. Zat daar op een tiende, moest vet corrigeren daar. Dat kan hem wat gescheeld hebben. Snelste tijd, sneller ook dan Barrichello in dat middengedeelte. En dat is wel verrassend. Maar wat heeft hij verloren aan snelheid bij het opkomen van dit rechte stuk? Om of 7 schat ik in. Althans, moet hij er nog over doen voordat hij er is. P2 of P1? P2, 2/10. Goeie ronde van Takuma Sato. Absoluut applaus. De jonge Japaner die eindelijk, moeten we dan maar zo zeggen, eindelijk heel lekker voelt. Alhoewel, vergeet niet, hij stond in Australië ook gewoon 7e. Maar vooral verrassend dat hij een 10e sneller is dan de Ferrari in het middelste gedeelte. En dat is een lang stuk van dik 38 seconden. Dev Richards, de teambaas hier, kan vooralsnog tevreden zijn. Doe je het went of keert. Er komen er nog 7. Dus hij staat sowieso in de top 10. Button inmiddels op de baan. Jarno Trulli klaar om te gaan. Jensen Button onderweg. De jongen die dit jaar voorlopig gezien mag worden als de opstandeling. Van degene die het het beste gedaan heeft. Van alles wat de laatste jaren nieuw gekomen is. Räikkönen was de man die Schumacher het moeilijk zou moeten gaan maken voor het kampioenschap. Räikkönen stond 2 keer met lege handen en heeft ook hier al zijn problemen gehad. En dus kan Kimi Räikkönen niet eens van de eerste, tweede of derde of vierde startrij vertrekken. Want wat hij ook zal doen straks, hij wordt 10 plaatsen teruggezet omdat hij de motorregel zeg maar gebroken heeft. Je moet het hele weekend met één en dezelfde motor doen. Doe je dat niet, word je na de kwalificatie 10 plaatsen teruggezet. Gisteren ging die motor stuk, gisteren is die vervangen. Straks na de kwalificatie wordt hij gewoon 10 plaatsen teruggezet. Maar dan heb ik het over Räikkönen en niet over deze Jensen Button die met 29,6 goed onderweg is in het eerste deel. Tiende. Heel dicht ook in de tijd tegen de tijd van Takuma Sato aan. Sato maakte daar dat foutje. Hij reed zelf langzamer dan Sato door dat middengedeelte. Die auto ligt wel goed hoor. Prachtig. Jensen Button. 2 of 3. 3. Ja, Sato knap hoor. Takuma Sato kwalificeert zich beter dan zijn teamgenoot. Het onderlinge verschil wel 300ste van een seconde. En daarmee is het tevens 2-1 geworden. Goeie positie van Takuma Sato.
veilige run van Jenson Button. Jarno Trulli, Fernando Alonso. Dat zijn de coureurs die wij nu aan het werk gaan krijgen. De beide Renault-coureurs. Waarvan gezegd wordt dat ze altijd die auto in de top 3-4 moeten kunnen zetten. Ene keer lukte dat wel, andere keer lukte dat niet helemaal. Trulli 9e en 8e. In zijn huidige kwalificaties Alonso 5e en 19e in Maleisië. Toen het ook fout ging, net een stuk om Masato. Eerst maar eens kijken wat Trulli ervan bakt. ...318 km/u aan het einde van het rechte stuk. Want Trulli heeft het weekend nog even met dichtgeknepen billen gezeten, Jack. Ja, vrijdag had Trulli opeens een stilgevallen motor. Hij moest aan de kant staan. En ja, iedereen keek natuurlijk meteen van... ...oh, zou Trulli nu eerst een van de slachtoffers zijn van de nieuwe regels? Nee, gelukkig. Het was gewoon een klein technisch probleem wat ze konden verhelpen. Dus Trulli hoeft voorlopig nog geen 10 plaatsen terug. Voorlopig hoeft hij dat ook niet. En voorlopig is hij de snelste van allemaal. Is hij ook sneller dan de Ferrari van Rubens Barrichello. Het grote voordeel is dat men niets meer kan en mag veranderen aan de auto van Schumacher. Stel dat deze nu harder gaan, dus hebben Schumacher hetzelfde afgesteld als Barrichello. Dan weten ze nu waarschijnlijk dat die pole er misschien wel niet gaat komen als Trulli sneller is en misschien ook Alonso. Maar het is niet het eerste gedeelte. Het is een heel rondje en dat moet je wel vol zien te houden. Ik denk dat Michelin en Bridgestone met banden heel dicht bij elkaar liggen hier. Mijn gevoel zegt dat er een aantal coureurs toch voor de wat hardere optie gekozen hebben. De compound van de band, zeg maar de rubber samenstelling, daar zijn twee verschillende in. En wat zachter en wat harder. En kijk, hier heeft hij het weer iets verloren. 0,2 seconden. Mijn gevoel zegt dus dat hij minder vleugel heeft staan dan Barrichello. Daarmee wint hij in het eerste gedeelte en ook in het laatste gedeelte. Hier kan hij wel weer wat winnen. Maar of dat 0,2 gaat zijn, ik denk het niet. Ik denk dat hij in de buurt gaat komen van 30,6, 30,7. Als we over start-finish komen, het wordt zelfs nog minder. Het wordt 30,9. En hij valt achter de beide BAR's. En dan waait een stuk van wat men noemt helikoptertape los voor de auto. Daarmee plakken ze het bodywork af. Komt dan terug en dat hangt in dit geval even aan de achtervleugel. En wat die reeds klaar is, is Giancarlo Fisichella. Ziek of niet ziek, Jack? Ja, ik vroeg het hem net even. Ik zal het nog eens vragen. How are you at this moment? A little bit better? A little bit better today, yeah. Yesterday and the day before I was very... Miserable because I had a very the fever with high temperature, an infection on the throat. So now it's getting better. Now you only have a few things on your lips, huh? Yeah, I have few things on the lips. So no kissing today. Yeah, horrible. Yeah, no kissing today. Let's finalize it to the qualifying. I think you did a very good lap. Yeah, in both qualifying, I did a very good job. I'm happy because I found out a good balance. I did not mistakes, which is very important here, especially tomorrow in the race. It's very important to be on the road. And I'm happy. We'll see tomorrow. Thank you very much, Giancarlo Fisichella, die een heftige koortslip heeft, zowel in de boven- als de onderlip. Hij heeft nog steeds een beetje last van zijn keel. Hij voelt zich al een stukje lekkerder, want hij heeft twee goede rondjes neergezet, zowel de eerste als de laatste kwalificatie. Ja, en Fernando Alonso is daar niet mee bezig. Laten we daar even vooruit gaan. 18e verliest hij op het allereerste stuk. Dat zou kunnen betekenen, maar ja, dat blijft een beetje koffiedik kijken. Want hij reed er straks een rondetijd die goed genoeg was voor een 31-0. Maar dan gaat hij hier niet meer halen. Het is een auto die of heel veel vleugel heeft staan om het hier terug te winnen. Gaan we zo kijken. Nog steeds 18e blijft. Ja, dat is 1,2 seconden. Dat betekent dat Alonso hier een rondetijd neer gaat zetten die in de buurt komt van Giancarlo Fisichella. Maar die hem dus ook zeker niet in de eerste, nou, 6-7 plaatsen gaat brengen. No way. 31-7. Oh, hij gaat er nog af ook. Alonso weer een fout. Weer opkomen rechte stuk. En dus vergooit hij weer een kwalificatie. En daar moet hij mee ophouden. Kijk, 13e nu met nog een paar mannen die komen. Staat hij nu pal voor de twee Minardi's achter Giorgio Pantano. En dit zijn dingen die gaan straks aangerekend worden. Je kunt je Grand Prix gewonnen hebben. Je kunt in Hongarije tijdens die winst Michael Schumacher op een rondje gereden hebben. Je kunt gezien worden als het grootste talent. Maar als je je kwalificatie blijft te gooien zoals deze Alonso dat nu voor de tweede achtereenvolgende keer doet, dan word je dat aangerekend. En dan zal je daar met jezelf mee in het reinen moeten komen. Dat was al geen goed rondje. Dan ga je dat goed proberen te maken in het laatste stuk. Ja, dan ga je ook nog op je plaat. Schoot volledig over de curb zijn.
doet zichzelf en ook het team hier daar geen plezier mee. Nogmaals een moment, aansturen. De hele dag hebben hier mensen al problemen gehad. Rem te laat, auto glijdt naar buiten, over vier wielen, onderstuur, op het gras. Nou ja, gras. Op het grijs. En dan weer de baan op. Van buiten ziet het er dan zo uit. Het begint bij het aanremmen. Dan ga je met te veel snelheid die bocht in. Dan wint uiteindelijk de zijdelingse kracht het van de grip die de banden hebben. En dan ben je gewoon bokkie. En dan is even dat liften genoeg om je op 3,6 seconden van de snelste tijd te zetten. En op 3,2 seconden van je eigen teamgenoot. Dat verlies je dus hier. Paf. 1, 2, 3 en dan nog 0,2. Zo is het ongeveer. Huidige stand. 1 Barrichello, 2 Sato, 3 Button, 4 Trulli, 5 D'Amata, 6 Coulthard, 7 Fisichella, 8e Christian Klien, 9e Felipe Massa en 10e Mark Webber. Wat weet hij wat wij niet weten? Zit relaxed in zijn auto, Michael Schumacher. Ziet Alonso binnenkomen. Maar ja, ze mogen niet tevreden zijn daar. Jack, jij hebt Jensen Button niet de commissator voor zich moet laten. Maar ik denk dat Button vent genoeg is die erop. Ja, dat is maar een paar honderd, zit zal mij mee reet roesten. Jens, are you happy with the result, although your teammate is a little bit faster? I'm very disappointed. You know, I think Takuma's going to be quite disappointed as well because the times aren't quick. I don't know what's happened, but no, we're well off the pace. How come? Do you know anything already? Tires, maybe the circuit changed constantly? I haven't got a clue. Really haven't. We need to look at it. Okay. Thank you very much, Jensen Button, die heel erg teleurgesteld is. Ik snap er echt geen nee, Jack, ik zit hier met compleet. Is het 2 april, ben je in de zijk genomen? Ja, ik heb geen idee. Hij loopt ook echt heel sip te kijken. Hij liep ook het vierkantje uit. Normaal komen de rijders altijd hier uit Park van Meen naar buiten in een vierkantje. En hij liep stormde gewoon door en ik ging erachteraan. Ik zeg, heb jij al eventjes? Ja, dat kan wel. Goed, zwaar teleurgesteld. Zegt Sato ook teleurgesteld? Ja, de tijden zijn niet goed, zegt hij. En waar ja, dit komt, heeft hij nog geen idee. Ze gaan er naar kijken. Heel verrassend, heel verrassend. Misschien wordt het zo dat ik nog Jantje lacht, Jantje huilt, als de rest ook niet aan die tijden komt. Maar moeten we dan maar eens gaan kijken. We hebben daarvoor nog 5 man. We gaan ervoor zitten, want het gaat nu gebeuren. Wordt het Barrichello? Wordt het Sato? Wordt het Button? Trulli? Nee. Die kunnen misschien een plek wel houden, maar dan moet er hier wat fout gaan. Die kans is klein. Aan de andere kant, de druk wordt wel steeds groter. Panis dus goed gedaan in de eerste run. Toen 5. De Schumacher was 4e, Raikkonen was 3e en de beide Williamson waren toen 1 en 2. Pole position hebben voor Ferrari is belangrijk. Dat weten we. Dat weten we al een tijd. Dat willen ze graag. Maar ze zullen ze hard voor moeten rijden vandaag. Barrichello heeft dat op heden gedaan. 30-5. Goya, Raikkonen en Rolf kunnen allemaal harder. Panis kan niet harder. Althans, gaan er vanuit van niet. 31 rond had hij staan. Zou mij verbazen als hij nu een volle seconde harder gaat. Maar je weet het niet. Misschien dat ze bij Toyota een keer zeggen, kom, laten we eens gek doen. 3-14-6. 3-14-5. Snelheid van Panis aan het einde rechterstuk. Schumacher inmiddels door de pitstraat de baan op. Aanremmen voor deze knik. Je ziet die auto even wegduiken achter. Dat is minimaal, dat is geen fout, dat is geen probleem. Rondje van Panis tot hier goed. Nu de teller, wat vertelt hij ons? 2/10. De 2/10 hebben we gezien, er waren sommigen die hadden de winst in 2/10. Die verloren dat in het komende stuk. Dus zijn er ook coureurs die dat terug zouden kunnen winnen. Kan hij dat ook? Ik denk het persoonlijk niet. Ik ga ervan uit dat hij hier nog eens 3 of 4/10 verliest. Als hij in de buurt komt van een 31er weer. Een 31, 2, 3, 4, 5 regionen. Dan doet hij het goed, want dan staat hij voorlopig 5e. Dan komen er na hem nog 4 en dan staat hij in de top 10. Dat hoeft geen schande te zijn, want vooralsnog is het daar zeker niet lekker gegaan. D'Amata 13 en 10e en Panis 18e en 14e. Zelfs wat hij beter doet dan de 14e kwalificatiepositie, zal deze Panis ervaren als leuk. Verliest wel veel, meer dan ik dacht. 1,1 seconde zit hij daar. En dus zit hij nu met nog een dikke 22 seconden in het rondje. Dit is hij op de tijd van D'Amata en Coulthard. En dat is een 5e, 6e tijd. Gaat in een hoge 31, een lage 32er. Dat is het. 5e tijd, net voor D'Amata. Verschil met D'Amata 300ste van een seconde. En als de rest sneller is dan hier nu staan, zijn Panis en D'Amata de nummers
9 en 10. Dan staat hij hier met twee auto's in de top 10. Dat is goed. Het is wel gaaf om te zien ook dat trouwens op zo'n nieuwe baan een aantal teams echt in paren bij elkaar zitten. Fisichella Massa niet ver bij elkaar vandaan. Kleen en Webber niet ver bij elkaar vandaan. Hartveld en Cantaro bij elkaar in de buurt. Sato en Button. Vanis en Damata dus. Wat gaat Michael Schumacher doen? Wat gaat hij hier rijden? En wat gaat hij hier laten? 29-4. Trulli, snelste van het eerste deel. Sato, snelste van het tweede deel. Blokkerend wieltje, ietsjes de binnenkant van de bocht gemist daar. In 22 seconden, Barrichello, snelste in het laatste gedeelte. Twee pols heeft hij dit jaar achter zijn naam staan. Gaat hij dat weer redden? Hebben ze het daar weer voor elkaar? En wie kan er nog antwoorden? Alleen Montoya en Ralf nog, want Räikkönen, dat maakt eigenlijk niet uit. 28.000ste zit hij onder de tijd van Barrichello. Dat de ene Ferrari de tijd van de ander kan rijden, dat weten we. Inclusief een kleine foutje aan het begin van het rechterstuk. Maar het gaat erom wat Montoya kan doen. 29.5. Fractie langzamer dan Jarno Trulli in dat eerste deel. En ook Ralf Schumacher moet je niet uitvlakken, want ook die, als hij zijn dag heeft, kan hij hier een fantastische ronde neerzetten. Dit is een gedeelte van de baan waar de winst van Schumacher kan komen. Hier kan hij zijn rijkwaliteit laten gelden. 2,77 voor Barrichello. 2,80 maar liefst voor Michael Schumacher daar. Maar nog steeds in de duizendsten. 44 in dit geval. Belangrijke laatste bocht. En dan all the way. Op een rechtstuk wint of verliest hij weinig. Hier vloog hij er vanochtend drie keer naast. Nu blijft hij erop. En dus gaat hij met een paar duizendste de pole pakken. Of is het meer geworden? Michael Schumacher pakt hem. Kijk eens, in dat laatste gedeelte waar ik zei, hier kan hij de winst pakken. Daar waar hij 3 kilometer dan harder dan Barrichello door bocht nummer 13 gaat. Dan alleen nog een rechtstuk en dan knik het rechterstuk op. 3/10 en 30-1. 30-1 is berekend door deze mannen. Want Montoya reed in de eerste run 30-2. Dus ze hebben nu de Williams gedwongen. Je zult een 10 harder moeten gaan dan je gaat. En dan laat hij misschien wel de Polen aan zijn broer. Die reed 29-9. Een paar hele kleine van dit soort dingetjes. Maar dit is niet zo erg. Die auto blijft in balans. Het lijkt in het begin fout te gaan. Maar als je dan te veel corrigeert, heb je er meer last van. Jack. Michael Schumacher, die dit weekend inderdaad, zoals jij al zei, Olaf, een paar keer van de baan af is geweest. Maar nog iets merkwaardigs eigenlijk. Het is een beetje een klein dingetje, hoor. Maar ja, er is nog iets merkwaardigs, want Räikkönen komt binnen. Oké. Okay. Die Räikkönen heeft geen run gereden, is naar buiten gereden en komt nu binnen rijden. Nu zie je ook de man van de 4 kijken, und jetzt, und nu. Want dat zou gewoon betekenen dat Räikkönen achteraan start. Problemen bij Kimi Räikkönen en nog meer problemen bij het team van McLaren. Want nogmaals, ze hadden Räikkönen hier gewoon een tijd kunnen laten zetten. En vooraan kunnen laten zetten. Of dit is het plan geweest, maar daar kun je niet doorheen prikken. Zijn auto is nu helemaal vol. En dan maar achteraan beginnen. Het lijkt me stug. Ik ga ervan uit dat er toch weer iets niet goed is bij de auto van Kimi Räikkönen. Alhoewel die onbewogen en rustig in zijn auto zit, die Iceman. Maar het scheelt wel een run. En weer zit Montoya met dat moment, hè. Vorige keer had hij het ook. Maar nu kan hij gewoon de baan opgaan, omdat Räikkönen reeds binnen is. Jack gaat verder met je verhaal trouwens. Ja, dat was merkwaardig. Michael Schumacher kan ik mij niet zo goed herinneren dat hij te snel gereden heeft in de pitlane. Dat heeft hij gisteren gedaan, of vanmorgen vroeg eigenlijk, ja. Om 11:22. En ook hij kreeg een boete van $3,750. Dat is voor hem niet veel, maar merkwaardig. Ik kon me niet herinneren wanneer dat ooit eerder is gebeurd. Zou hij dan toch een beetje gespannen zijn? Ja, wie weet. Maar kijk, het scheelt in ieder geval voor hem dat hij nu reeds gereden heeft. Je ziet nu de auto van Räikkönen binnengeduwd worden. In Park Vermé, de auto wordt hier gewogen, inclusief coureur, 605 kilo. Brandstof en alles erbij. Handen los van de mannen die daar staan. Er zijn ook nog allerlei mallen die meten of de vleugels exact zijn enzovoort. Enzovoort. Maar Räikkönen is voorlopig, mijn zin is een bokkie. Want ik kan me niet voorstellen dat je niet gaat proberen om vanaf P10 te vertrekken. Ongelooflijk wat hij deze start van het seizoen 2004, ik zal het maar even zeggen zoals het is, een shit over zich heen krijgt. Mocht je wat horen uit die hoek, Jack, ja, ze zullen daar ook wel een vraag tekenen. Ja, er zal wel ergens een man op een computer weten hoe het zit. Maar de gelatenheid bij het team, want we kunnen vanuit onze commentaarpositie kijken, is erg groot. Goed, nou, Schumacher, Barrichello. Wordt het de eerste rij voor deze heren of worden ze door deze auto's teruggedrongen naar de tweede rij?
Er zijn nog twee mensen die Michael Schumacher van een derde opeenvolgende pole position af kunnen houden. Gaat met Barrichello was uiteindelijk 0,3 van een seconde. Montoya weet wat hem te doen staat. Hij zal sneller moeten zijn dan 30-1. Dat is sneller dan de run die hij er straks had. En ik denk dat we al heel snel gaan weten of het Montoya gaat lukken of niet. Als hij goed in zijn vel zit, dan zie je het gewoon natuurlijk komen. Dan kun je bijna niet zien aan die auto dat hij hard loopt. En dat Montoya hard zit te werken om die auto in het rechte spoor te houden. Als het net niet lukt, dan gaat hij werken. En dan gaan er fouten komen, dan zie je wielen blokkeren en dan zie je allerlei andere dingen. Die auto is zacht geveerd, dat valt mij wel op. Je ziet hem nogal hobbelen. Veilig door die knik heen. Hij zit eronder. Een dikke 10e van een seconde. Maar juich niet te vroeg als je liefhebber van Montoya bent. En huil niet te vroeg als je liefhebber van Schumacher bent. Want dit gedeelte, daar waar ik er straks riep, daar pakte Schumacher zijn winst. Daar kan hij het nu ook nog steeds doen. Sterker nog, daar kan Montoya misschien niet terugwinnen. Iertjes te wijd daar. Maar dat kan een lijn zijn. Ik denk dat er daar meerdere wegen naar Rome leiden. 29-3. Dit gedeelte, hier had ik het over straks. Montoya goed. Strak er doorheen. Het zou belangrijk zijn voor hem, voor zijn fans en misschien ook wel voor het kampioenschap. Wow, die auto rijdt op de grens daar. Hij zit er nog steeds een 10e onder. Juan Pablo Montoya, kleine onbalans en een correctie in bocht nummer 13. Nog één knik. Blijft erop, laat die knikker zitten. En de fans van Schumacher open, maakt die fout. Het kan. Hij is veilig. Maar de marge is zo klein. Wat gaat het worden? Schumacher, Montoya, Montoya, Schumacher, Schumacher, Montoya. Het is Schumacher. Verliest Montoya in dat laatste deel gewoon 0,4. En dus is Ralf degene die het moet doen. Daarom zei ik, het is nog niet gedaan. De sleutel zit in dat laatste stukje. Ook zijn vrouw Connie begrijpt het bijna niet. Maar dat is wel een feit. Die laatste knik, die ene onbalans in 13. Dat is lastig. Het is spannend aan de top. Panis staat voorlopig op de 7e stek. Dat is niet verkeerd. En dus kan hij 8e worden. Jack. Olivier, I see a smile on your face again. Yeah, I mean, you know, I need to smile because I think we did a good job today, both drivers and the team too. We very quiet this weekend. We work really hard. We find some good balance of the car and we optimize everything we have. This is what we need to do before we wait for a big step up, you know, for the car. Thank you very much, Olivier Panis. Maar dan voor het eerst eigenlijk weer, ja, sinds dit jaar denk ik, voor het eerst met een grote glimlach op zijn gezicht. Allebei de rijders hebben goed gepresteerd. Nu de race nog. Ralf Schumacher onderweg. Eén feit, de pole komt bij een Schumacher terecht. De vraag is de voorletter R of de voorletter M. Daar weer hetzelfde als Montoya. Ook hij, 118.000ste van een seconde. Ik geloof dat bij Montoya 119.000ste was. Bij de Williamson dus sneller in deel 1 van deze baan. Maar dan komt dat andere gedeelte. Daar waar de Ferrari van Michael Schumacher ook ten opzichte van Barrichello toesloeg. Ralf wel goed door die knik. Dat zal een fractie schelen, maar dan moet hij hier echt gaan winnen. Want ga er maar vanuit dat hij wat verliest in het laatste deel. Veranderde iets op zijn stuur, gaat er echt voor zitten. En wij gaan kijken of hij het kan doen. ...10 km/u langzamer door die knik heen dan zijn broer. Dan weet je het niet, dan ben je klaar. En dan pakt Schumacher 3-3. En dan lijken de Williams er dichtbij te zijn, maar dan zijn ze het niet. En dan is de vraag, komt hij op de eerste rij? Sato op P4, dat wordt dus P5, of heeft hij mazzel? Michael Schumacher heeft zijn pole en houdt zijn pole. Waanzinnig gedaan weer door Ferrari. En waanzinnig gedaan door de man die wereldkampioen is. En als hij erdoor gaat, die het gaat worden. Maar hij flikt het wel gewoon. In die drie bochtencombinaties is hij gewoon een klap beter dan de rest. En daar pakt hij het terug. 21,9 seconden doet hij over dat stuk. Barrichello doet er daar 22,2 seconden over. Montoya 22,5. Ralf komt nog in de buurt met 22,1. Maar het is niet genoeg. En wat een prestatie van Takuma Sato en het team van BAR. En wat moeten ze zich bij het team van McLaren weer diep schamen. De grote top 3, dat wordt nog altijd genoemd. McLaren, Williams en dan dus Ferrari. Maar voorlopig staat het team van BAR op 5 en 6. En staat Kolder op plaats 10 en Raikkonen op plaats 20. En hebben ze het bij de heren van Ferrari weer heel goed voor elkaar.
waarvoor je alleen maar ongelooflijk veel respect kan hebben. Want het zag er het hele weekend uit alsof de rest het kon doen. Lang in die rondes zag het er nog uit alsof de rest het kon doen. De race is weer altijd een ander verhaal. Jack, wat wou je zeggen terwijl wij even kijken naar de uitslag van de kwalificatie? Kom maar gewoon. Ja, ik heb even gecheckt links en rechts even bij de diverse mensen en de press officer, Alan Colby van de McLaren. Die zegt dus met een staal gezicht dat het binnenrijden van Kimi Räikkönen strategy is. Dus zou het, ja, dan hebben ze toch een beslissing genomen die ik ook niet begrijp. Nee, dat, ja, nogmaals, als hij hier een pooltijd had moeten rijden, alhoewel, om als tiende te starten, laten we reëel zijn. Coulthard staat tiende. Laten we eens heel reëel zijn. Ik denk dat ze gelijk hebben, nu ik het zie. Je ziet daar de P10 van David Coulthard. Dat is dan ook, zeg maar, ongeveer de tijd die Räikkönen had kunnen rijden. Daar moeten ze reëel in zijn. Coulthard zegt dat ook. Dan word je dus 10 plaatsen teruggezet, dan sta je ook 20ste. Dan kan je beter die auto in je banden en de rest sparen en maar gewoon naar binnen rijden. Dan is het toch dat. Want ze staan ook per paar bij elkaar. Hè? Schumacher en Barrichello, Montoya en Ralf, Sato en Button, Panis en D'Amata. Je ziet ze hier ook weer allemaal als teamgenoten redelijk bij elkaar staan. Maar bij de voorsten is dat zo. Op zijn nieuw circuit kunnen ze redelijk uitvlooien waar je zit. En dus in dit geval denk ik dat Alan Colby de waarheid spreekt. En dat ze gedacht hebben, ja, als we zo doorgaan, Coulthard staat tiende, that's it. Dan wordt Kimi ook tiende, alleen dan moet hij rijden, slijt die remmen, slijt die banden en heeft hij brandstofverbruik. Dan kan hij maar beter naar binnen rijden, dan staat hij namelijk ook 20ste. En zie je wel dus wat de pijn is van die motorschade. Uitermate het grote blijdschap bij het team van Ferrari. En terecht hoor, want het is wel een hele mooie pole. Het is een zwaar bevochtenere pole dan de voorgaande. Het is zijn 58ste. Het record van Ayrton Senna staat nog steeds op 65. En als hij zo doorgaat, gaat hij ook dat dit jaar pakken. Maar je kunt er niks op afdingen. Foutloos, snaarstrak en met name het derde gedeelte. Die lange doordraaier waar hij gewoon 10 km per uur harder doorheen gaat dan zijn broer en anderen. Dat is veel. 1 Schumacher, 2 Barrichello, 3 Montoya. U zag het al even. 4 Ralf, 5 Takuma Sato, 6 Button, 7 Trulli, ook tegenvallend. 8 Panis, 9 Matta. 10e Coulthard, 11 Fisichella, 12e Kleen, 13e Massa, 14e Webber. Beide teams niet echt strak. 15 Hartzell, 16 Pantano, 17 domme fout van Alonso, 18 Bruni, 19 Baumgartner. En 20ste, ja, de auto gespaard voor Kimi Räikkönen en het team van McLaren. Zeker niet dom als je het even zo bekijkt, maar die ruimte moet je hebben om dat even in te schatten. Op dat moment die binnenkwam dacht ik van, que pasa, waar gaat het hier over? En dan, als het echt bedacht is, ja, hulde, want dan heb je gelijk, dan kan je maar beter die auto sparen. Onderlinge verschillen ziet u daar, 3/10 van een seconde. Montoya op 14e, Ralf op 15e. Ja, en BAR is wat mij betreft gewoon, hoort nu tot de grote drie. You belong now to the big three? No, not yet. I spoke to Jens shortly after qualifying and he was disappointed. He said the time lapse, the times are not good. No, they're not good. We've lost half a second from where we should be in our opinion, both cars. So it's certainly with Jensen. So it's he said he had a lack of rear grip, just didn't feel the grip on the surface. So track's just changed and gone away from us slightly. Yeah, have you looked in it already? Because Jens said, I don't know. No, I don't think it'll be anything mechanical or any setup-wise, but the track here, being a new track, is changing quite a lot all the time, from morning to afternoon, from one session to the next, and it's very hard to judge it and get it right. So. Have a good race. Thank you very much indeed. David Richards, die inderdaad ook glimlacht en ook verbaasd is, want Jensen Button had ook tegen hem gezegd dat de achterkant van de auto was onrustig, maar hij denkt nu ook, David Richards, dat het veranderen van de baan continu toch van invloed is geweest op het resultaat, ondanks dat de beide BRR's toch prima gepresteerd hebben. Dankjewel Jack. 47 graden is de asfalttemperatuur op dit moment. 33 graden de buitentemperatuur. En heeft hier een enerverende training gezien met wederom een Schumacher als allervoorste. Voor Barrichello, Montoya en Ralf. Wij gaan terug naar de studio en zijn er morgen weer. From the inaugural. Ja, dat was de kwalificatie in die zandbak in Bahrein. En Tom Coronel staat naast me en die begreep helemaal niets van het slot van de kwalificatie. Met verbijstering heb je toegekeken. Waarom? Ja, ja, het is de Williams lieten me eigenlijk behoorlijk in de steek. Als ik zag hoeveel fouten Michael Schumacher maakte, dan kan het niet waar zijn dat hij nog steeds met zo'n groot verschil op de pole positie staat. Want het is gewoon nog steeds 4/5 tiende. En met zoveel fouten, dat gat had dat gewoon 8/9 tiende kunnen zijn. Nee, dat...
duidt erop dat ik vind dat eigenlijk de Williams-rijders echt te voorzichtig hebben gereden, hoor. Oké, daar praten we straks over verder. Dan pakken we de meest opmerkelijke momenten erbij. Dan luisteren we naar de persconferentie. Dus zeker blijven kijken. Tot zo. Welkom terug. Voor we de hoogte en zeker ook de dieptepunten erbij pakken van de kwalificatie van de eerste grote prijs in het Midden-Oosten in Bahrein, hebben we eerst nog eventjes dit voor u. De kwalificatie dus van de grote prijs van Bahrein daar in het Midden-Oosten. Tom Coronel, we gaan de momenten erbij pakken. We beginnen met Pantano, want we zagen wat door de lucht vliegen, waarbij de vraag was, wat is het? We hebben het rustig terugbekeken en jij weet het antwoord. Ja, het is, we dachten eerst dat de camera was die binnen in het paaltje zat. Ja. En toen dachten we dat het misschien een gedeelte van zijn bargeboard was, van de auto. Maar ik zie het, is de onderkant van het paaltje waar die door vast zit aan de grond. Daardoor is het een mooi rond gedeelte met een gat erin, waar die paal doorheen steekt. Maar je kan het ook heel duidelijk, zag je het in de slow motion, als hij langs de cockpit kwam, zag je gewoon die ronding zag je zitten. Dus het was niet van de auto, maar het was van het paaltje zelf. En daar moest ook, hem oprapen. Ja, het heeft helemaal niets te maken met het circuit zelf dat er voor het eerst ligt, want we hebben wel problemen gehad met een putje gisteren. Een deksel op een putje dat niet helemaal goed dicht zat of open werd gereden. Ja, ze hadden 3 lekke banden waren er gereden. En het waren allemaal linker achterbanden. En alle 3 Michelin, dus men dacht misschien ligt het daaraan, had het niets mee te maken. Nee. Het was, als je over het putje heen rijdt, dan doordat je met de voorwielen eroverheen rijdt, komt hij ietsjes omhoog. Mm-hmm. En de achterwielen, die maken hem dan lek. En daardoor ging hij kapot. Maar dat omhoog komen mag niet, hebben ze verholpen. Dus dat is geen probleem. Ja, alles is verholpen. Oké, dan terug naar de coureurs in die kwalificatie. Webber, Olaf zag geen foutje. Wel een tijd die ineens wat opliep. Jij zag dat foutje wel? Ja, helemaal in het begin. Hij maakte een ongelooflijke grote fout. Hij remde veel te laat. Haalde de bocht hier totaal niet hier bij het aanremmen. Daar schiet hij gewoon door en dan zie je dat hij de binnenkant van de bocht ten eerste niet haalt. En dus veel te vroeg aan de buitenkant komt. En dus voordat die auto recht staat, weer op het gas gaat. Ja, dus hij verloor echt heel veel tijd daar. Mm-hmm. En dat zag je dus ook dat hij ten opzichte van clean daar gewoon een 3/10 weggooide. En dus riep hij, het was een shitlap. Was het zo slecht? Ja. Als je zo'n fout maakt, dan baal je echt. Want op zo'n moment moet je hem natuurlijk helemaal niet maken. En ik denk ook een beetje dat het komt doordat clean eigenlijk de laatste 2 keren, zowel gisteren de trainingen, iedere keer een stukje sneller was dan Webber. Ja, dan wordt de druk een beetje opgevoerd. Webber voelt hem in zijn nek hijgen. Die denkt, die komt er ook aan. Ja, druk. Ik denk dat hij nu druk krijgt van een piloot wat hij niet had verwacht. Mm-hmm. Ja, en dan ga je toch fouten maken. Ja, terwijl je juist met iemand in je nek misschien wat geconcentreerder en nog wat beter zou moeten rijden om hem van je af te houden. Volgens mij de enige die dat heeft is Michael Schumacher. Nou, laten we maar eens gaan kijken dan naar jouw tip, Clean, en hoe hij deed in die kwalificatie. Ja. Drukte dus op en sneller dan Webber, dus goed gedaan. Ja, vooral in het eerste gedeelte, daar won hij heel veel tijd. En voor zo'n jonge jongen dan eventjes toch laten zien op het moment dat hij eigenlijk de kritiek een beetje gaat krijgen van joh, waar blijft dat talent dan van je? Mm-hmm. Ja, nou, dan vind ik toch dat hij een hele goede dingen laat zien. Ja, en dan krijgen we dat verhaal weer van Red Bull. We hebben het voorafgaand aan de race al een beetje over gehad. Zijn vader heeft aangegeven van joh, miljoenen, 50 las hij zelfs. Dat is absolute onzin, want die naam zie je niet op de auto. Alleen klein op zijn shirt. Dus volkomen onzin. Hij rijdt gewoon heel hard en dat heeft weinig te maken met de sponsor. Sponsoring heeft natuurlijk zeker wel te maken. En ik zeg altijd maar of het nou 15 miljoen was of 6 miljoen. Het maakt nu helemaal niet meer uit, want hij zit erin en hij heeft het voor elkaar gekregen. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook een link die Red Bull wilde hebben. En wat moet je dan met een jongen die zo goed gescoord heeft in de Formule 3, naar de Formule 3 duiten? Dus toch risicovol. Als hij gelijk naar de Formule 1 kan, waarom niet? Want dat wilde Red Bull inderdaad ook. Ik zeg altijd, vaders moeten zich niet uitlaten. Nee, dat moet zijn het niet meer aardige. Terwijl je zelf een vader hebt die natuurlijk ook aardig gereden heeft. Maar die houdt zijn mond, die bemoeit niet met wat jij doet. Hij wilde wel eens mee praten met een teambaas. Maar ik zeg gewoon altijd heel duidelijk tegen Daddy van, joh, niet over autorace praten of over mij praten met de teambaas. Want je hebt natuurlijk een belang, een stukje eigen bloed. En natuurlijk is dat veel beter dan de rest. Ja, maar vaders die zelf hebben gereden, begrijpen beter dat je een beetje afstand moet houden. Niet te veel meer bemoeien. Moet zo samenvatten? Ja, denk ik wel. Ik kom natuurlijk uit een racefamilie. Iedereen raced. En dan bemoei je er niet zo snel mee. Want je moet het ook zelf leren op te lossen. En niet excuses verzinnen. Nee, oké. Ik weet niet hoe het met de vader van Sato zit. Maar die deed het heel aardig. Ja, Sato had een hele goede qualifying. Mm-hmm. Je zag ook dat hij echt op de limiet reed. Want Olaf zei ook, gaat dat hier wel goed? Hij maakte een klein foutje. Maar hij zat natuurlijk zo ongelooflijk op de limiet. Mm-hmm. Hier, goed luisteren.
Hier geeft hij gas en remt hij tegelijk. Ja. Dus als het moment zo direct, gaan we die nog een keer krijgen. Er loopt nog geen tijd. Dan is hij dus, voordat hij zijn ronde gaat inzetten, is hij alles aan het opwarmen. Want kijk, hier komt hij pas het rechte stuk op. Dus nu gaat pas de tijd lopen. Hij was gewoon heel slim bezig. Wilde gewoon zijn remmen even goed opwarmen. En dat, die warmte die gaat dan ook door in die velg naar die band toe. Waardoor alles op goede temperatuur is. Dus als je ook op die eerste bocht aankomt met aanrennen, is het goed. Let op, hij remt en gas tegelijk. Zie je? Heel herkenbaar. Ja. Dus als coureur zijn, kijk, ik doe zelf hetzelfde namelijk. Mm-hmm. Dat je eerst altijd alles goed op temperatuur hebt. Want als je op die eerste bocht anders aankomt, zijn je remmen niet warm genoeg. En heb je dus niet de maximale remkracht op het eerste moment. Mm-hmm. Want anders moeten ze eerst warm worden. Want als die klauw die remschijf pakt, dan is hij eerst koud. En daarna wordt hij warm door de frictie. Ja. En nu is hij dan gelijk warm. Dus heb je veel meer remforce. En vandaar dat hij ook heel laat kon remmen in het begin. Okay. Nou, dan zie je hem hier zelfs ontzettend de limiet rijden. Je ziet de auto heel erg bewegen. Waardoor ik dus zeg, daar kon ik eigenlijk al uit concluderen dat hij behoorlijk op de limiet zat. Mm-hmm. En misschien een heel klein beetje eroverheen, maar niet te veel, waardoor het dus een hele grote fout was. En waardoor je dus eigenlijk kon zeggen, hier komt hij eindelijk, Sato. Ja. Nou ga ik toch even terug naar dat geluid, want dat intrigeert wel een beetje. Het is een sport die er fantastisch mooi uitziet. Maar er zijn ook een hoop mensen die kicken op het geluid. Hè? Jij gaat ook stralen wanneer je even stil bent en daarnaar luistert. Heerlijk. Ja, ik hoor natuurlijk de motor. Ik luister naar de auto. Kijk, je bent samen bij je partner en het klinkt heel raar, maar hij praat tegen je, een auto. En je gebruikt al je zintuigen dus eigenlijk. Alles. Het is horen, voelen, zien. Ja, alles inderdaad. Het is, op een gegeven moment weet je ook precies wanneer je moet schakelen. Die lampjes op het dashboard heb je niet meer nodig, want je bent helemaal één met de auto in de cockpit. Hoi, komt u weer even voor de liefhebbers. Goed, hè? Mooi, hè? Een rondje meeluisteren, dat doet Olaf dan ook. Dan zegt hij, niks zegt. Genieten. Nu nog uitbrengen op DVD, CD-ROM. Sato dus, Button. Mooie onderlinge strijd tussen die twee. Ja, ze staan alle twee er heel goed voor. Jensen was dan niet tevreden met zijn kwalificatie. Omdat hij zich natuurlijk altijd vergelijkt met Sato. Ja. Ik denk dat hij ook een heel klein beetje de pech heeft dat Sato deze keer gewoon heel goed in zijn vel zat. Mm-hmm. En dat Jensen Button zelf ook gewoon een heel klein beetje over de limiet heen zat. Je zag echt dat hij zelf niet het uiterste eruit kon halen. Ik zag hem één keer aanrennen waar ik zei, nou, volgens mij kon dat. Weet je wel. Iedereen blokkeerde naar ietsjes en hij niet. Mm-hmm. Maar zo aardig, hè? Je hebt dus Kleen en Webber als een wedstrijd in een wedstrijd. Hier heb je dat ook. Ja. Dat maakt het ook net wat meer interessant, het racen, of doet hij niet zo wel? Je wil altijd sneller zijn dan je teamgenootje, want je hebt dezelfde materialen. Dus ik bedoel, als jij in een DR zit, zou ik je niet gelijk vergelijken met Michael Schumacher, een hele andere auto. Ja. Maar met je teamgenoot natuurlijk wel. Ja, dan is het dus heel belangrijk dat je eigenlijk ook een heel klein beetje voor hem staat. Want je eerste concurrent voor je positie in het team is natuurlijk je teamgenoot. Ja, het geldt ook bij Renault. Daar heb je ook twee goede jongens rijden natuurlijk. Trulli en Alonso. Dan gaan we naar het foutenfestival van Alonso. Want zo mag je het toch wel noemen. Ja, waar was hij mee bezig, die jongen? Ja, ik weet het niet. Hij begon al helemaal fout. En dan wil je dat dus terugwinnen. En dan ga je van de ene fout in de andere fout. Dan krijg je van kwaad tot erger. Ja, dan krijg je zo'n neergaande spiraal. Eerste bocht, hij vergalopeert zich. Gaat helemaal langs de buitenkant. Nou, ik denk dat hij hier al zeker een halve seconde heeft verloren. Nou, dan rijden we ermee, komen we aan bij de herpin. Dan gaat hij helemaal over de binnenkant heen, waardoor die auto zelfs een halve meter verplaatst. En dan komen we aan op het laatste gedeelte. Ja, dan wil hij het nog even goed maken. Oeps. Ja, en dan schiet hij gewoon rechtdoor eroverheen. Ja, wel lekker uitloop daar, hè? Dus kan hij in ieder geval verder. Ja, dat is een beetje wat Eggleston echt geprobeerd heeft. Kijk, hij verremt zich, schiet door. En dan rijdt hij dus niet de ginbak in, nee. Je gaat dus over die extra lappen asfalt heen, waardoor je dus wel nog in de race blijft en niet helemaal afspint. Ja. En dat geeft een beetje voordeel. Maar wat kan ik zeggen? Zoveel fouten als hij maakte, terecht dat hij helemaal achteraan staat. Want het moment dat je het moet doen, moet je er ook zijn. En hij was er helemaal niet bij. Ja, niet over het gras, maar over het grijs gaf Olaf heel mooi aan. Ja. En dan gaat hij dus en dan vergooit hij het dus weer. Weer staat hij niet ver vooraan in de startopstelling morgen. Ja, dat is wat we zeiden. Wat natuurlijk de kracht is om wereldkampioen te worden, is om constant te scoren. Mm-hmm. En Alonso is er zo eentje. Het ene moment is hij er wel, het ene moment is hij er ook helemaal niet. Mm-hmm. Ja, en dat maakt niet hem nog genoeg. Niet rijp genoeg voor het kampioenschap, maar wel om goed te kunnen scoren. Ik bedoel, ik zie hem zeker heus wel weer een race vooraan rijden. Ja, maar het zou zo leuk zijn als hij vooraan begint, want die Renaults die vliegen er vandoor. Die starten geweldig, dus een beetje naar voren en dat kan heel aardig worden. Ja.
En dat zien we nog steeds niet. Nee. Volgende keer? Volgende keer. Ja, dan moeten we even 3 weken voor wachten. Dan naar Michael Schumacher. Ja. Ongelooflijk. Hij is dus niet perfect. Moeten we dat maar als positief punt meenemen? Hij maakt foutjes. Ja, hij is net een mens. Hij maakt heel veel fouten. Ik heb hem 3 fouten zien maken, waardoor ik al dacht van nou, het kan niet anders dan de Williams jij zei dat ook naar de pol gaat. Ja, jij gaf aan van nee nou kan dit, het niet meer, dit, niet eerst. Dit kan gewoon niet. Mm-hmm. Hij begon al helemaal fout. Hier heeft hij heel veel overstuur. Bij de herping komt hij niet eens aan de binnenkant, moet hij het stuur zelfs naar rechts doen, terwijl de bocht naar links is. Hier moet je kijken hoeveel overstuur hij heeft. Ja. Dit, normaal gesproken, kost dit een rijder, ik denk zeker een 3/4. Mm-hmm. En dus eigenlijk had ik een heel klein beetje gehoopt dat die Williams het zo goed zouden doen. Want die zag je in de eerste 2 gedeeltes nog steeds op de eerste plaats. Had nog steeds een 10e voorsprong. En in het laatste gedeelte zag je dat de Williams gewoon niet het uiterste eruit perste. En dan vind ik het raar dat Michael Schumacher met zoveel fouten, 2 fouten, nog steeds op pol staat met 4/10. Maar moet je dan ook niet gewoon eerlijk aangeven wanneer hij dit kan goedmaken in het laatste deel? Dat hij dan daar zoveel sneller is dan de anderen, dan is hij gewoon wel heel erg goed. Ja, nou ja, dat heeft hij nou gelukkig ook al heel veel keer bewezen. Ja, niet voor het eerst. En dat zelfvertrouwen kan hij ook hebben. En ik denk dat de Williams-rijders dat niet hadden. Mm-hmm. Want die weten precies wanneer ze in de split times ervoor of erachter zitten. Dat wordt ze absoluut doorgegeven. En dan zie je dat ze in het laatste gedeelte, in de ene laatste bocht, dat net aan de bovenkant op de heuvel, dat ze de grond raken. Mm-hmm. Dan zie je dat ze niet het uiterste eruit halen. Je hoorde al bij Ralf, wow, dus dat hij echt van het gas afging. En bij Michael, die bleef gewoon vol gas houden. Ja. Nou, dat kostte echt heel veel tijd. En dan helaas weer 2 Ferraris voor hem. Ja, straks kijken we nog even naar die startopstelling. Maar Kimi Räikkönen, zowel Jack als Olof zeiden, we begrijpen die tactiek niet helemaal. Hij kwam eruit, hij ging toch niet. Jij begrijpt het wel. Ja, je doet toch eventjes je ronde om te kijken of alles goed is. Hij heeft dus geen kwalificatietijd neergezet. Heeft al een nieuwe motor erin gehangen. Waardoor je dus toch al 10 plaatsen naar achter moet. Ja. Nou, dan staat een Coulthard staat op de 10e plaats. Dus laat staan dat hij ook daar ergens zou zijn geweest. Mm-hmm. Had hij ook laatste gestaan. Dus wat je dan kan doen, ga je gewoon 1 ronde rijden. Kijken of alles goed is aan de auto en de motor. Assortiment van installation lab. En dan spaar je gewoon benzine. En dan zet je hem gewoon binnen neer. Waardoor je dus in de race zo direct 1 ronde extra kan rijden. Want je hebt benzine uitgespaard. Dat klinkt slim, maar lekker bezig is hij niet de eerste 3 Grand Prix. Want weer valt hij uit. Hij is de eerste die het probleem heeft van die nieuwe motorregel. Ja, hij is de eerste pechhebber van die motorregel dan. Maar ja, in principe wel een hele goede regel. Mm-hmm. Maar ja, iemand moet een keer de dupe zijn. Dat is hij nu en dat probeert hij op deze manier. Dan maar het is niet toevallig dat het dezelfde is een paar keer na elkaar. Toevallig iedere keer de Mercedes, maar ja, dat... Toevallig? Ja, nou ja, ik zeg al, de helft van de keer is je eigen schuld en de helft van de keer is iemand anders schuld. Dus misschien schakelt hij te vroeg terug. Ralf Schumacher, je gaf het al een beetje aan, nam minder risico's dan zijn broer. Is dat dan het verschil? Punt? Ja, vind ik wel. In het eerste gedeelte zag je gewoon dat hij ervoor zat. Tweede gedeelte zag je dat hij in de split time ervoor zat. In het laatste gedeelte hoorde ik gewoon dat hij net niet vol gas gaf. Dat is eigenlijk... Hier zie je het, dat hij het gewoon verliest. Als je een heel klein stukje terug nog kunnen, dan hoor je hem gewoon bovenop die bult. Hoor je hem net niet uit ze eruit halen. Mm-hmm. En is het gewoon niet op de limiet. En ja, dan denk ik dat je als coureur zijnde, dat hij misschien heeft gekozen, joh, ik sta liever gewoon vooraan dan dat ik het risico neem dat ik er misschien afval. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk, hier, let op, hier gaat hij van het gas af. En die had Michael dus absoluut vol gas. Ja. Want dat hoorde je gewoon. Je hoort bij hem de toeren ietsjes inzakken of hetzelfde blijven. En bij Michael bleef hij maar doortrekken. Ja, en dan zie je dus jammer dat hij niet op pol staat. Ja, heel erg jammer. Dat waren de beelden. Ja, weddens geen ander. Daarna wordt er gepraat door ons, maar ook door de mensen ter plekke. We gaan naar de persconferentie. En ik begreep dat er 500 journalisten zijn daar in Bahrein. Dus ik neem ook aan dat die allemaal meeluisteren met de persco. From the inaugural Gulf Air Bahrain Grand Prix, a warm welcome to our fastest 3 qualifiers. 3rd quickest for BMW Williams, Juan Pablo Montoya. And on the front row for Scuderia Ferrari Marlborough, Rubens Barrichello. And on the pole, yet again, Michael Schumacher. Michael, congratulations. It looks as if it's been a reasonably hard 2 days' work so far. Ross Brawn was saying yesterday that perhaps the circuit characteristics here don't favour your car particularly well. Well, possibly. But all it matters is... that we are where we are, and we finally got everything together. Although I wouldn't say that was one of my best lap, honestly, but nevertheless, it was enough. Are you talking about your own performance there, or are you saying you could have got more from the car, given more time with setup and so forth? No, I think we all sort of struggled in some way to get the perfect lap in. All of us somewhere, somehow lost some time, I guess, because it is very tricky.
to get everything out of the circuit, as the circuit is very demanding. Are we talking about it being very dirty offline, for example? It's not about that. I mean, I don't think too many of us went offline. It's just that it is very tricky even online, because it is a technically a difficult circuit. Rubens, Michael seemed to be a little bit quicker on Sector 3, certainly on the times. How was it from your point of view? I had a reasonable lap. I didn't have a very quick one. You know, I had a little bit of a problem with the brakes on the first session, so I didn't expect to be that different, and the brakes were a lot different, a lot better. So in many ways, I was a little bit too conservative on it. And the last corner, it was pretty much where I lost. I mean, Michael had a phenomenal sector three, where I was a little bit too conservative, and basically that's where I lost the time. Juan Pablo, how's qualifying been for you? It was good the first two sectors, you know, and I think the lap itself was very good until I got to the last corner. I just had a bit too, you know, had too much understeer when I went in and had to wait for the throttle, and all the time was lost. You know, you look at with Ralph, 22-1, and I did I lost 4/10 to Ralph in the last sector. Now, gladly, I made enough time in the first two sectors at least to be third. Michael, here we are in Bahrain for the first time. There's been talk about problems with sand, perhaps, or the heat. Just give us your take on the weekend so far and the circuit and the conditions here. I think they're very good. We have found a very well-prepared circuit for the conditions and the situation here. If you imagine the time they had available and how much time they built the circuit, everybody I have heard so far is very happy of coming here. The circuit is difficult, it's technically demanding, but that's what we're looking for. I mean, we don't look for easy business. And I hope we're going to be able to have a good show for all the spectators. Obviously, it's a new country where we deliver Formula One, and it will be good to show something to those people. Ja, Michael Schumacher, dat doet hij wanneer je in PR-richting denkt. Heel handig. Hij geeft complimenten aan het circuit, snel gebouwd, leuk voor het publiek. Slim, hè, om zo te antwoorden. Ja, iedereen was toch een beetje zorgwekkend over hoe het circuit erbij zou liggen. En ik denk dat ze een beetje overrompeld zijn. Dus ja, dan ben je automatisch heel positief. Mm-hmm. En dat zand valt mee, hè? Moesten wij al constateren. Je ziet het nauwelijks. Waaraan zou jij kunnen zien dat er wel veel zand had gelegen op de baan? Dus bijvoorbeeld als de auto over het rechte stuk heen rijdt, is eigenlijk net zoals in de regen, krijg je achter de auto zo'n hele spray erachteraan. Die was er niet. Dus het zag er niet echt heel stoffig uit. Mm-hmm. Hebben ze er ook heel veel aan gedaan op het circuit. Om het circuit heen hebben ze een soortement van filmlaag of lijmlaag. Ja, een soort lijm, hè? Ja. Beetje over het water heen, of over het zand heen gespoten. Mm-hmm. Een soort impregneren. Water. Ja, zodat het niet zo makkelijk opwaait. Mm-hmm. En ik denk dat de zorgen minder groot waren dan voordat de mensen er naartoe gingen. Oké, de zorgen voor Ferrari zijn ook niet zo groot. Het was bijna gênant. Michael gaf aan, nee, het was niet goed. Rubens gaf aan, het was redelijk. Ik kan nog beter. En dan wel 1 en 2. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, ik denk dat Michael echt het uiterste eruit gehaald heeft. Want hij zat overal ver over de limiet heen. Mm-hmm. En toch heeft hij er niet zoveel tijd mee verloren als dat wij hadden verwacht. En je zag inderdaad dat Rubens een beetje voorzichtig aandeed. Want die haalde alle bochten makkelijk. Markeerde niet hier en daar. En de Williamsen, wat Montoya ook al zei. Ik heb gewoon het laatste gedeelte heb ik er een rommeltje van gemaakt. Ja, laatste bocht met name. Hè? En ik had onderstuur, dus de voorwiel slip. Dus je hebt je stuur wel zo staan, maar hij gleed iets verder over zijn voorwielen, waardoor hij niet de richting koos die hij op wilde. Mm-hmm. Dus kon ook iets later op het gas. Dus daar verloor hij 4/10. En anders had hij waarschijnlijk wel een pole gehad. Ja. Heb jij het gevoel, dat wordt hier en daar geschreven, maar misschien is dat de hoop en de vader van de gedachte, dat de Williams wat dichter bij de Ferraris komen in de loop van dit seizoen? Ah, het ziet er heel goed uit. Kijk, het mooie van Williams is, ze kunnen alleen maar winnen, want ze kunnen naar voren toe. Mm-hmm. En Ferrari kan alleen maar verliezen. Ik bedoel, als ze niet eerst staan, dan zeggen ze, nou, wat is er aan de hand? Ja, wat hebben jullie lopen prutsen? Want jullie winnen toch normaal alles? Ja. Ja, dus ik hoop het wel. Het zou heel goed voor de show zijn. Laten we de start nou maar gewoon afwachten. Laten we de startopstelling er even bij pakken. Ja. Want dan zien we toch weer inderdaad, in Rotte van 2 staan ze keurig, hè? Ja, je kan dus heel duidelijk zien dat het gewoon ook aan de auto ligt en niet alleen aan de coureurs. Natuurlijk de Ferraris 1 en 2, waarvan ik denk, Michael staat natuurlijk aan de buitenkant van de baan. Normaal gesproken is dat dus heel moeilijk, maar in dit geval noemen ze dat het schone gedeelte van de baan. Nou, dan ga je naar de tweede startrij, zijn natuurlijk Montoya en Ralf Schumacher, waarin Ralf dus iets op het vuile gedeelte staat aan de binnenkant, want daar wordt heel weinig gereden. Ja.
Daar is het glad, daar is het lastig. Sato en Jensen Button. Dus zie je gewoon heel duidelijk, het ligt behoorlijk aan de auto. Mm-hmm. En zie je dat ook de teamgenoten allemaal behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Men heeft het altijd gehad over een top 3, de grote 3. Maar hoort BAR niet gewoon als 3 nu te staan? Want waar zijn de McLarens? Ja, de McLarens en de Renaults, die hebben het toch niet helemaal naar hun zin. En die maken ook een heel klein beetje fouten. Ik bedoel, David Coulthard, die hier zit, is dat de 10e plaats. Nou, die hoort natuurlijk altijd in de top 6 thuis. En een Räikkönen met het motorprobleem, sta je een heel stuk naar achter. Ja, daarvoor moeten we nog heel ver naar achter inderdaad. Christian Kleen, 12e, voor natuurlijk teamgenoot Mark Webber. Die natuurlijk heel hoog... Felipe Massa en Webber staan naast elkaar... Dus we zullen zien wat daar gaat gebeuren. Mm-hmm. Welk ego er gaat strelen bij de mannen. Want mag je zeggen dat het middengedeelte misschien wel interessanter is dan de top? Zeker weten. Kijk, er wordt vooraan gereest, maar ook in het middengedeelte. Hier zie je ook weer de teamgenoten. Jordans. Staan toch allemaal bij elkaar in de buurt. Alonso. Alonso, die 2 keer een fout maakte, die hoorde natuurlijk naar voren te staan. Ergens ook in de buurt van de 10e plaats. Grote verschillen, hè? Ja, het is natuurlijk de teams met heel weinig geld die wat verder naar achter staan, zoals Minardi. En dan helemaal achteraan Kimi Räikkönen. Ja, dat is strategie. Die kan iets heel raars doen in dit geval in de race. Want hij kan natuurlijk zichzelf een beetje regisseren, hoeft zich niks van de rest aan te trekken. Ja. Nou, heb jij voorafgaand aan deze kwalificatie kaarten neergelegd? We kijken nog even hoe redelijk goed of slecht je het gedaan hebt. Pik er iemand uit en kijk of die inderdaad aan de verwachtingen heeft voldaan. Rechts had jij Kleen en Sato. Ik had Kleen natuurlijk behoorlijk vooraan staan. Mm-hmm. En Sato in dit geval. Nou, ik ben heel blij dat die het in ieder geval ook heel redelijk hebben gedaan. In de kwalificatie staan ze er beter bij dan normaal. Het is natuurlijk ook de verwachting voor betere prestaties van coureurs. Ja, en dan had ik Panis ook iets verder naar voren gezet. Mm-hmm. We hebben hem weer zien lachen. Wat natuurlijk, normaal gesproken loopt hij toch altijd een beetje te mekkeren. Ja, dat zag je. En dan zien we ook wat meer naar voren. Ja. Oké, dankjewel. We komen zo nog eventjes terug met onder meer het weer, met de Olofsmoment. Maar eerst hebben we de prijs. Welkom terug, Niels uit Bahrein. Want we hebben er net de startopstelling laten zien. Die wordt morgen ietsje anders. Want Tom, je hebt het net te horen gekregen ook. Ja, Nick Heidfeld die heeft ook een motor verwisseld. Ja. Dus die zal achteraan de grid samen met Kimi Räikkönen gaan staan. Ja, 10 dus plaatsen terug. Dat is de nieuwe teruggezet. Regel. Ja. En dus inderdaad helemaal achteraan samen met Räikkönen en Baumgartner schuift dus ietsje op naar voren. We hebben het u beloofd voor de reclame. Hier komt hij. Het weer in Bahrein met Piet Paulusma. Morgen is het zover. Ja, alweer een Formule 1 race. En die wel in de woestijn. Bahrein, dan wordt die gehouden. En dat betekent dat het spannend kan worden. Want er is kans op zandstormen, zeg maar een harde wind met stuivend zand. Of misschien zelfs regen. En die kans lijkt klein, maar is niet uitgesloten voor later op de dag. De temperaturen zijn natuurlijk heel hoog. Zo'n 34 graden. Mocht het helemaal zonnig zijn, komt er zelfs nog 1 of 2 graden bij. Het zand... of de regen. Het zal mij benieuwen. Laat de vlag maar komen. En misschien dus regen in Bahrein. Hoe lang zou dat geleden zijn daar? We gaan naar Olaf Mol. Wat is hem het meeste bijgebleven van vandaag? Je bent jong en je wilt wat. Je wordt gezien als een enorm talent. Je bent een held in je eigen land, want je hebt inmiddels een Grand Prix gewonnen. Je heet Fernando Alonso. Maar vandaag moet je diep door het stof. Want wederom, ten tweede male, net als in Maleisië... verklooit Fernando Alonso zijn kwalificatie. Dat is niet goed voor hemzelf, maar dat is ook niet goed voor het team van Renault. En hij zal goed moeten nadenken dat hij dat in het vervolg niet gaat doen. In Maleisië spinde hij van de baan. Nu wist hij uiteindelijk zijn auto nog wel over de streep te krijgen. Maar het is uiteindelijk een beschamende 17e startpositie geworden voor Fernando Alonso. De man die gezien werd als degene die samen met Kimi Räikkönen en Michael Schumacher van een hernieuwde wereldtitel af zou moeten houden. Dit soort dingen zijn slecht en gaan tegen je werken. En dan kun je nog zo talentvol zijn. Maar als je het kwalificeren niet onder de knie hebt, moet je goed bij jezelf te raden. Dus we hopen dat Fernando Alonso zijn gedachten snel weer op de kwalificatie heeft. Morgen moet hij een wedstrijd doen. En daarin zal hij heel, heel hard moeten knokken om in de punten te komen.
En tot slot nog even de mogelijkheid om meer informatie te krijgen over alles wat er in Bahrein gebeurt en op televisie bij SBS, namelijk www.sbs6.nl en tekstpagina die u onder in beeld ziet staan. www.sbsautosport.nl moet ik natuurlijk zeggen. Dat was het voor vandaag. Tom, dankjewel. We zien je morgen weer, dan om 12:30 met de dreiging van zandstormen, de dreiging van een terroristische aanslag en de dreiging van hele snelle Ferraris. Tot morgen. Dag.